volgens mij, het kan zijn dat er nog wat mensen in de gracht liggen, maar vooralsnog ga ik ervan uit dat iedereen die hier wilde zijn vanavond er is. En wat fijn dat jullie kwamen, want ik was toen de bliksem precies om 7:30 losbarstte bang dat heel veel mensen dachten, geld en geluk kan ik ook in pyjama op de bank overpeinzen. Dus een extra bedankt dat jullie toch gekomen zijn. Dit is het begin van een vierdelige serie die de nieuwe liefde godzijdank maakt, zou ik willen zeggen. Want ik vind het nogal een vraagstuk dat voor ligt. Ik denk ook niet dat we er vanavond uit gaan komen. Het overkoepelend thema is geld en geluk en dat gaan we in vier delen proberen te ontleden. We duiken de verleidingsmachinerie in. De neurologen die zich buigen over hoe onze geesten te manipuleren en tot koop aan te zetten. We proberen een systeemanalyse te maken. Dat gaan we vanavond onder andere met Peter Verhaar en Rens van Tilburg doen. En zometeen ga ik het woord aan een van de directeuren van de Nieuwe Liefde geven, Gerard Driehuis. In een vorig leven ook econoom. En die gaat, daarom ga ik niet hier al op de inhoud uitweiden, ons inleiden in dit thema. Het enige wat ik nog even ga zeggen voordat ik Gerard het podium geef, is dat jullie vooral allemaal even naar de wc moeten in de pauze. Want voor de gelegenheid kunt u uw derrière met 50 euro biljetten afwegen. En misschien smaakt het naar meer en wil je dat na vanavond vaker proberen. Laat de kans niet liggen. Het podium is voor Gerard Driehuis die ons nu gaat uitleggen waarom wij denken dat dit een relevant thema is de komende 4 maanden. Gerard. Goedenavond allemaal. Misschien denkt u dat we het vanavond gaan hebben over de vraag of je van geld gelukkig wordt. Die illusie wil ik meteen aan het begin van deze avond maar verstoren. Voor ons soort mensen, als ik zo eens de zaal rondkijk, in dit welvarendste land van de wereld zo'n beetje, is het antwoord heel simpel. Van extra geld worden u en ik niet gelukkiger. Er zijn kruiwagens vol met allerhande studies die dat overtuigend aantonen. En toch zijn we in de ban van bezit. We leven in een wereld waarin hebzucht centraal staat en waarin het ons moeilijk wordt gemaakt, of we het onszelf moeilijk maken, om te genieten van wat we hebben. We zitten gevangen. Zo, dat was de conclusie van de avond. Dus wie wil, kan nu iets anders gaan doen. Voor degenen die blijven, nu gaan we langzaam naar de conclusie toewerken. En ik begin graag met een simpele vraag, waar u ongetwijfeld allemaal een passend antwoord op hebt. Waarom leeft u eigenlijk? Nee, liefhebbers, u weet vast het antwoord, of anders denkt u er even over na. Het is immers handig om te weten waarom je leeft. Zelf geef ik graag het antwoord van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart. Waarom leef je eigenlijk? Echt, ik weet het niet. Ik leef graag. Toegegeven, dat is mooi en aanstekelijk, maar zo'n soort vaag mystiek antwoord brengt ons vanavond niet veel verder. Ik stel dan ook voor dat we uitgaan van wat de grondleggers van de Verenigde Staten in hun onafhankelijkheidsverklaring in 1776 zetten. Het gaat volgens hen, en dat was nieuw voor die tijd, om de pursuit of happiness, het najagen van geluk. Daar zou de zin van het leven in schuil gaan. Die zin kwam niet zomaar plomp verloren in die tekst terecht. In de periode daarvoor, vanaf de verlichting zo'n beetje, was dat idee gegroeid. We zijn er om gelukkig te worden. Nou zijn er, dat geef ik u onmiddellijk toe, allerhande bezwaren te maken tegen het begrip geluk, want wat is dat dan en zo. Maar laten we die haarkloverijen voor deze avond even opzij zetten en het ermee doen. We leven om gelukkig te worden. Kijk, dat is nou zo'n iPhone die met veel geld gekocht is. We denken gelukkig te worden van bezit en daarom doen we zoveel moeite om rijker te worden. We denken bovendien dat het typisch menselijk is om altijd meer te willen. Het zou biologisch zijn of genetisch. We kunnen niet anders. We zijn gedoemd om allemaal meer te willen. Maar dat is allemaal sterker de vraag. De drang om te bezitten, om te hebben, is bijvoorbeeld in andere culturen dan de onze aanzienlijk minder sterk aanwezig. Dus zo evident dat het zo moet zijn en niet anders,
is dat niet. Maar we zijn ook zelf in het Westen heel lang anders geweest. Tot het jaar 1500, 1600, kun je een beetje over twisten, hield het najagen van steeds meer bezit niemand, of bijna niemand, bezig. De ethiek van de oudheid, straks komt er vast nog een beter betoog over dat deel van de geschiedenis van een van de volgende sprekers, maar de ethiek van de oudheid en het denken over de zin van het leven in die eeuwen wordt het best beschreven door Aristoteles, die dacht dat het doel van het leven, het telos, de eigen vervolmaking van de mens was. Onder het goede leven, zoals geluk in de Griekse tijd heette, viel zeker niet het verwerven van veel bezittingen. Het ging meer om geestelijke waarden. De christelijke ethiek, die de klassieke overnam en deels verving, ging ervan uit dat we waren bedoeld om te lijden. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten tot gij tot de aarde wederkeert. Dat was de Bijbelse vorm van verwachtingsmanagement. Vanaf de eerste boek van de Bijbel wordt het duidelijk, voor geluk is de mens niet geboren of geschapen en de kerken hebben dat idee enthousiast overgenomen. Denk vooral niet dat het leuk wordt. Jezus werd er ook bij gehaald om ambitieuze mensen nederig te houden. Wie mijn kruis niet draagt, zal de hemel niet verwerven. En tekenend is ook, denk ik, dat in veel priesterorden het de plicht was om als het leuk dreigde te worden, of als je gelukkig dreigde te worden, jezelf te geeselen. Want pijn zul je lijden, net als onze Heer. We waren immers wel voorbestemd voor het paradijs, maar dat kwam pas later. Niet in dit leven. Ergens vanaf de reformatie en dankzij de verlichting is dat doel verschoven. We bleven hardnekkig geloven in het paradijs, maar het kwam al eerder. Het is hier. En dat paradijs moet eruit bestaan dat we steeds rijker worden. Dat economische groei de kern is van ons bestaan. Dat je leven oké is als je steeds maar meer gaat verdienen en dus ook steeds meer en meer en meer spullen kunt kopen. In die evolutie is ook de rol van de hoge priester stukje bij beetje veranderd. Ooit draaide het om theologen en om paters en nu is de macht aan de economen. Economen leiden ons naar het beloofde land. Er zijn in ons paradijs ook steeds meer spullen te koop, zodat er altijd ruimte blijft voor verlangen naar meer. En dat doen we dan ook. Maar logisch is dat niet. Stel dat het doel van ons leven is, dat zei ik toen straks al, gelukkig zijn. Dan zou het logisch zijn als we het meeste tijd zouden besteden aan bezigheden die dat doel, gelukkig zijn, dichterbij brengen. En als je mensen vraagt, of als u zichzelf vraagt, waarvan word je gelukkig? Dan komen er antwoorden als mijn kinderen, of dingen doen met vrienden, of reizen, of de natuur, of literatuur, of kunst. Maar daar besteden we niet het meeste van onze tijd aan. Dat besteden we aan werken, aan geld verdienen, aan zwoegen. Mensen die op de rand staan van de dood hebben het hoogst zelden over de promotie die ze 10 jaar eerder hebben gemist, of over de iPhone die ze toch net niet konden betalen. Ze hebben het over andere dingen. Er is veel onderzoek gedaan over hoe stervenden terugkijken op hun leven. En een van de rode draden is de spijt die veel mensen hebben dat ze zoveel tijd hebben besteed aan werken. Wat heb ik stom geleefd. Mensen niet gezien, zon gemist, zegt de dichter. En overigens, de dichter die dit zei, zit op de eerste rij. Nog een andere aanwijzing voor onze dwaling. Waar zijn de mensen gelukkiger? In Tanzania of in Noorwegen? In Maleisië of, heel erg anders, in de VS? Het antwoord volgens gangbaar geluksonderzoek is dat in alle 4 die landen de mensen ongeveer even gelukkig zijn. En toch zijn de mensen in Noorwegen 7 keer rijker dan in Tanzania en in de VS ook aanzienlijk rijker dan in Maleisië. En om dat nog wat te benadrukken, als rijkdom geluk zou opleveren, dan zouden wij Nederlanders nu veel gelukkiger moeten zijn dan in de jaren 50. De jaren van de avonden. We zijn tenslotte sindsdien meer dan 2 keer zo welvarend geworden. En zijn we ook 2 keer zo gelukkig? Nee, volgens alle onderzoek dat er naar geluk is, zijn we sinds de jaren 50 niet gelukkiger geworden.
En nog erger, we worden niet gelukkiger als we rijker worden, maar we worden wel ongelukkiger als we arm worden. Dus het economisch principe werkt pervers in die zin. En we zullen dus ook niet gelukkiger worden als de economische groei weer op stoom komt. We werken ons uit de naad om zo rijk mogelijk te worden. We putten de aarde uit om zoveel mogelijk spullen te vergaren. We laten onze kinderen opvoeden door vreemden om zelf geld te kunnen verdienen. Maar het helpt ons allemaal heel erg weinig. We leven van weekeinde naar weekeinde en van vakantie naar vakantie. Maar we besluiten niet om minder te gaan werken, want dan zouden we minder kunnen kopen. En dat is een slecht te dragen gedachte. U bent vermoedelijk zelf zo allemaal niet. U zit veel geestelijker in elkaar, zal ik maar zeggen. Maar misschien zult u het beeld herkennen van uw buren en kennissen. Geld speelt in de levens van de meesten van ons een dominante rol. En om even naar de praktijk te gaan, zou ik nu graag het eerste filmpje starten. Hallo jongens, mag ik jullie kort wat vragen even? Ja, natuurlijk. Ja. Want wat hebben jullie net gekocht? Jullie lopen met tasjes. Paar hemden, parfum, ja, dat is zo'n beetje. Ja, en ben je er blij mee? Ik ben er super blij mee. Ja, en wat heb jij gekocht? Eén hemd. En jullie hebben alle twee hemden gekocht, hadden jullie geen hemden meer? Zo'n gevoelige vraag. Nee, ja, genoeg, maar ja, je moet toch altijd even wat nieuws hebben. Is erg, ik had vrijdag andere laarsjes gekocht, die zaten zo lekker. Toen dacht ik, nou gaan ze toch nog even in het zwart halen. Ja, dus dan gaat u toch gewoon nog een keer laarsjes kopen? Ja, toch nog een keer laarsjes kopen, ja. Brengt dat dan een gevoel van geluk op? Of denkt u, had ik... Ja, ik ben er wel blij mee. Ja, ik ben er wel blij mee. Ja? Ja. Maar heeft u dan niet al genoeg laarsjes? Is het niet gewoon te veel dan af en toe? Nee, mijn laarsjes zijn niet te veel. Nee. Om de twee weken ben je wel even in de stad en je moet gewoon even iets mee naar huis. Ja, gaat het dan omdat je het echt nodig hebt of is het ook fijn om even weer wat nieuws te hebben? Fijn, je hebt het in de kast en je zal het maar even nodig hebben. Last minute. Ja. Dus. Klein beetje als een verslaving klinkt het wel. Ja, dat is het. Pas een dekens en een bakje voor kaarsjes in te zetten. Voor kaarsjes. En koopt u vaak dingen? Bent u vaak... Ja, elke dag haast. Het is een ziekte. Het is een ziekte? Het is een... Wat vertelt u eens, wat is dat voor ziekte? Een koopziekte? Ja, voordelig is dan koop ik het. En dan denk ik, hele maand koop ik niks. Nou, ik hou het niet vol, hoor. Nee. En heeft u dat nou echt... Denkt u nou morgen, ik ben heel blij dat ik dit heb? Ja, ik ben wel heel blij altijd. Maar bent u nu blij dat u het heeft? Maar bent u morgen nog steeds blij? Ja, ik ben altijd blij. Als ik het opzet, ja, vind ik blij. Mag ik vragen wat u gekocht heeft? Een colbert, een vestje, twee overhemdjes. En houdt u van het kopen van dingen? Is dat iets waar u blij van wordt? Nou ja, het is noodzakelijk, hè? Want dit had u nog niet? Nee, anders had ik het niet gekocht. Nee, dus u had het echt nodig? Nodig. Mag ik vragen hoeveel kobertjes u al in uw kast heeft hangen? Veel. Veel, dus was hij echt nodig? Nee, niet is echt nodig. Hebben jullie net iets gekocht? Ja. Mag ik weten wat jullie gekocht hebben? Een paar t-shirtjes bij de herders. En gaan jullie vaak dingen kopen? Ja, best wel. Ja? En dus geeft het een fijn gevoel om dingen te kopen? Hangt er vanaf hoe duur het is. Ja. Koop jij vaak dingen? Ja, heel vaak. Ja, hoe vaak koop jij dingen? Elke dag bijna wel. Elke dag koop je dingen. En waarom koop je dan zo vaak dingen? Ben je nou blij als je iets gekocht hebt? Ja, maar dat duurt vaak niet heel lang. Dus dan moet ik nog meer kopen. Ja. Dus het is nooit dat je denkt de volgende ochtend... Nou, ik ben echt blij dat ik gisteren dit gekocht heb. Nou, soms wel. Soms wel, ja. Maar niet altijd. Niet altijd. En dan koop ik gewoon nog iets. Maar zou je soms... Ik ben ook ziek. Je bent ook koopziek, ja. Nee, maar ik vind het wel leuk om te winkelen. En je doet natuurlijk elke dag boodschappen. Dat is ook een vorm van dingen kopen natuurlijk. Ja, koop je ook wel eens dingen waarvan je eigenlijk denkt... Ik heb deze helemaal niet nodig, maar ik wil gewoon wat kopen? Ja, soms wel. En hoeveelste shirtje is dit? Van vandaag of... Gewoon in je kledingkast? Nou, nee. Dat... Het ontelbaarste shirtje. Dus echt nodig is het niet? Nee, dat niet. Nogmaals, u bent allemaal anders. Maar dit is toch ook een greepje uit de werkelijkheid. En zo gaat het dus in zijn werk. Om de economie en daarmee de geluksmachine aan de praat te krijgen, werken we allemaal mee. Want over één ding zijn we het in Nederland politiek gezien allemaal eens. Van SP, laten we eens aannemen dat het meest links is, tot PVV, het meest rechtse, de economie moet groeien. De PvdA, wel opmerkelijk vind ik zelf, zegt zelfs dat economische groei een van de pijlers is van de sociaaldemocratie.
En het hele kabinetsbeleid draait erom. En in de troonrede maakte de koning nog eens duidelijk, er moet groei zijn. 1% is noodzakelijk, 1,5% prettig en bij 3% is er feest in het hele land. Want als er geen groei is, kunnen de inkomens niet stijgen en kunnen we volgend jaar niet meer kopen dan dit jaar. En omdat we steeds efficiënter werken, kunnen we wel steeds meer spullen maken. Dus als ze niet gekocht worden, ontstaat er werkloosheid. Dus zelfs als we niet steeds meer spullen zouden willen, dan moeten we gewoon wel, want anders zorgen we dat andere mensen werkloos worden. En dat willen we toch ook niet op ons geweten hebben. Dus groei moet, en wie eraan twijfelt, is of een dwaas of een idealist. En het is beide geen goed nieuws. Goederen, spullen, vormen ook een krachtige taal. De taal van goederen. Die we gebruiken om met elkaar te communiceren. Niet alleen over identiteit, maar ook over status en over het behoren tot een sociale groep. Let u direct maar op, in het tweede filmpje zegt die meneer die die pakken had gekocht daar nog iets behartenswaardigs over. Ik draag deze broek, dus ik ben zo'n soort mens. Ik ga naar Toscane, dus jij en ik horen bij elkaar. En zelfs door het geven van geschenken communiceren we via spullen over onze emoties ten opzichte van elkaar en over onze dromen van het goede leven. Goederen zijn dus niet alleen en vaak zelfs niet in de allereerste plaats bedoeld om te gebruiken. Dat zag je ook in dat filmpje. Dat meisje had echt geen idee wat ze met dat hemdje moest gaan doen, maar ze moest het wel hebben. We gebruiken het ook om te zeggen wie we zijn. En daarvoor zijn, zoals we nu leven, steeds maar nieuwe spullen nodig. Meer, meer, nieuw, nieuwer. Nog een klein blikje in de werkelijkheid via een filmpje. Ben je nu gelukkiger nu je dit hebt? Nou, ik word er wel vrolijk van, ja. Als ik die Tesla zou kunnen kopen, zou ik het niet erg vinden. Nee, maar zou u daar dan echt gelukkig van worden? Nou, een Jaguar wel. Ja, dan word je echt gelukkig. Ja, helemaal gelukkig, want Jaguar altijd geweest. Nou, geluk? Nee. Als je daarvan gelukkig wordt, dan is het niet helemaal goed. Weet je wat geluk is? Als je gezond bent. Ik ben 61 jaar oud. Ik werk nog. Weet je, ik werk al 36 jaar. En dat maakt mij. Dat zijn kleine dingen, maar ik denk van. Nee, dat is geluk. Ja. Dus niet wanneer ik naar buiten ga en ik heb iets geweldigs gekocht, een flatscreen of zo. Je kunt heel gelukkig zijn van grote dingen. Je kunt heel ongelukkig worden van bepaalde zaken. Ja, hoe wil je definiëren? Ja. En in hoeverre hangt dat samen met geld, geluk? Ja, toch wel in zekere mate. Op het moment dat je financiële onafhankelijkheid hebt, op dat moment is het gewoon lekker om boven het maaiveld uit te steken, zeg maar. Ik bedoel, en dat is niet om een ander ogen uit te steken, maar meer in de zin van dat je gewoon een bepaalde onafhankelijkheid hebt en daar je dingen mee kunt kopen. Nee, het heeft geen moer te maken met geluk. Ik denk dat als je geen centen makken hebt om uit te geven, dat je je heel gelukkig kan voelen. En ik denk als je elke dag de wereld kan kopen, dat je alles kan kopen wat je wil, dat het niks met geluk te maken heeft. Ik denk niet dat geld echt met geluk te maken heeft. Nee. Als je barst van het geld en je kan elke dag wat kopen, maar je hebt een rotte huwelijk of je hebt geen contact met je kinderen of je hebt veel ziekte in de familie, dan maakt het geld ook niks uit. Dus dat denk ik niet, nee. Ja. We hebben heel veel vrienden die schat helemaal rijk zijn, maar die zijn helemaal niet gelukkig. Nee. Echt totaal niet. Als je geen geld hebt, wil niet zeggen dat je per definitie ongelukkig bent. Maar het speelt mee. Ja, absoluut. Absoluut. Als je geen geld hebt, dan. We leven toch in de westerse wereld. Ja. En het is fijn om af en toe gewoon eens wat geld over de balk te gooien en weer absoluut lekker iets nieuws te hebben. Eten af en toe. En koopt u veel dingen? Bent u veel bezig met dingen kopen? Nee. Recessie, hè? U kan niet zoveel meer kopen? Ik kan niet zoveel meer kopen. Echt opletten, hè? Wat je koopt. Echt de nodige. Ja, anders is het geld op. Is het geld op. Net vraagt om ook iets te eten, maar zei oma, die heb het niet. Volgens jullie heeft geld te maken met geluk? Ja, grap. Sowieso. Meer dan 50%. Wat? Als je geld hebt, wat kun je dan? Alles. Kijk, weet je wat het is? Je kan alles kopen met geld. Gewoon alles. Ja, alles kost geld tegenwoordig, dus ja. Maar dingen kopen, is dat belangrijk voor geluk dan? Sponsor. Ja, tuurlijk. Ja, want je kan een meisje vangen. Je kan geen vrouw hebben en niks voor de kopen en dat jij helemaal arm bent. Dat kan niet. Wat denkt u dat u daar geluk uit haalt, uit het kopen van dingen? Ja.
Waar komt die geluk vandaan van dingen hebben? Euro vind ik al geluk hebben. En heeft u niet liever dan wat meer geld om eens een keer iets anders te doen dan al die dingen altijd maar kopen? Nou ja, als ik eigenlijk ook op vakantie een week of twee keer in het jaar of ligt eraan. Want uw geluk, waar haalt u dat vandaan? Is dat uit geld uitgeven? Vriendenliefde, hè? Maar ja. Waar zit geluk volgens u? In de liefde of in het kopen van dingen? Ja, in de liefde. Ja? Ja, natuurlijk. Maar toch blijft u elke dag blijft u dingen kopen? Ja, ik denk omdat je niet misschien gelukkig in de liefde bent, hè? Nee. Toch? Dus u zoekt geluk in spullen omdat u niet gelukkig bent, want u bent niet gelukkig in de liefde? Nee. Nee. Nee, helaas niet. Nee, en dan zoekt u het in spullen? Nou ja, ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk uit. Als je er leuk uitziet, ik vind het leuk. Als u die heeft, bent u dan uw hele leven gelukkig met de Jaguar? Betwijfel ik. Nee, dat is ook niet meten, denk ik. Nee. Ik ben heel erg gelukkig met mijn vrouw. En dat ben ik al 41 jaar en dat blijf ik ook zo houden. Ja. Zit daar geluk in? Is dat geluk? Ah ja, dat is puur geluk. Dat is geluk. Dan moet ik nog naar op zoek. Dank je. Oké, dank u. Fijne dag. Nee, het is tijdelijk. Je bent even blij met die spullen. Maar je geluk moet niet in je kleding en je spullen zitten. Nee. Dat komt van binnen. En hoe diep gaat dat dan, geluk? Vriendschap, liefde, dat soort omgein. En dat blije gevoel, dat is? Gewoon voor even. Dat is voor even. Ja. Kan het verslavend werken, dat je denkt, ik wil dat blije gevoel weer en ik wil weer iets kopen? Voor anderen misschien wel, maar niet voor mij. Nee, jij hebt dat niet zo erg. Nee. Het geluk zit dus in andere dingen, volgens jou. Voor mij wel. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik wel heel blij kan worden van een paar schoenen. Ja. En waarom had je deze schoenen echt nodig? Ik heb over 2 weken een bruiloft. Dus daar zijn ze voor. Ja, ze horen bij een outfit. Ja. Ja. Nou, veel plezier op de bruiloft. Dank, succes. Dank je. Doeg. Ja. U ziet het, de Vox Populi komt er ook niet helemaal uit. Terwijl ze tasjes volladen met spullen, vermoeden ze dat ze er niet gelukkig van worden, maar gaan ze voor de zekerheid toch maar door met kopen. Een citaat. Lege handen grijpen naar belachelijke bezittingen, omdat zij schakels zijn in de ketting van ons leven. Zonder die bezittingen zijn we echt verloren. Dit rake citaat is van een marketinggoeroe, die dus als taak in zijn leven heeft om ons zoveel mogelijk spullen te verkopen. Volgens de psycholoog Philip Cushman hebben wij een leeg zelf dat voortdurend behoefte heeft om te worden opgevuld met voedsel, spullen en beroemdheden. Op een volgende avond in deze serie komen we daar uiteraard op terug. Wij waren, ik zei het al eerder, of zijn niet gedoemd tot die houding, maar we zijn in die verslaving terechtgekomen door een economisch systeem dat om te overleven steeds nieuwe dingen moet verkopen en maken en daarvoor nieuwe behoeftes moet creëren. Marxisten die ooit bestonden zeggen dat de onverzadigbaarheid voortkomt uit het kapitalisme en zal verdwijnen als het kapitalisme heeft plaatsgemaakt voor de socialistische heilstaat. En iets daarvan is waar. Het kapitalisme heeft voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid eigenschappen in ons centraal gesteld die hebben geleid tot de race om meer, meer, meer. Het kapitalisme heeft eerst van groepen individuen gemaakt, van ons individuen gemaakt en ons toen tegen elkaar opgezet met hebzucht, egoïsme en inhaligheid. Dat leidde eerst tot steeds meer rijkdom en een einde aan honger en gebrek en dat was mooi. En dat is in het arme deel van de wereld, en dat is nog steeds heel groot, nog steeds heel mooi. Want je komt natuurlijk niet toe aan geluk als je honger hebt of geen dak boven je hoofd. Dat is natuurlijk het punt niet. Maar dat punt dat we voldoende te eten hebben en een dak boven ons hoofd, dat zijn we wel heel royaal gepasseerd. Je zou denken, dat zou voor een avond als deze mooi zijn, dat zou het mooi zijn als er een grote groep mensen in een rijk westers land hun hele leven zou worden gevolgd, zodat je kunt zien gedurende hun leven waar ze gelukkig van worden, wat hun leven beïnvloedt in positieve zin. Welaan, die studie bestaat, al is hij niet perfect. Van de lichting eerstejaarsstudenten van Harvard van 1939, dat zijn de studenten uit zo ongeveer 1920, is een groep studenten uitgekozen, ruim 250 in getal, die hun hele leven zijn gevolgd met vragenlijsten en onderzoeken. In die studie, de Harvard Grant-studie,
zitten een paar opmerkelijke zwakke punten. Ik geef het onmiddellijk toe. En het zwakste punt is dat die 250 mensen allemaal mannen waren. En voor een deel nog zijn, de meesten zijn dood en de levenden zijn intussen over de 90. Maar ondanks die tekortkomingen is die studie buitengewoon leerzaam, vooral omdat de resultaten zo ongenuanceerd duidelijk zijn. Van die 250 hebben degenen het meest geluk gekend, volgens dit uitermate uitvoerige onderzoek, die hun gevoelsleven op orde hadden. Die een gelukkig huwelijk hadden, of die vrienden hadden die zo goed waren dat ze ze om 3:30 s'nachts konden bellen als ze met iets zaten. Geld maakt bij die 250 mensen geen enkel verschil. De een ging het beter dan de ander. Er zijn mensen bij in die groep die hun hele leven geldzorgen hebben gehad. Er werden er ook miljonair en meer. En er zit een senator van de Amerikaanse Senaat bij. Het zijn allerlei soorten mensen. Hoewel natuurlijk wel allemaal grotendeels aan de goede kant van de streep, omdat ze op Harvard zaten. Maar hoe het hen ook zakelijk en qua geld ging, dat bepaalt in geen enkel opzicht wie gelukkig werd. Het geluk van die 250 mannen werd bepaald door de liefde in hun leven. Wees u niet ongerust, we naderen het einde. John Maynard Keynes, voor wie dat niet weet, een van de beroemdste economen uit de 20e eeuw, schreef in en ook de econoom die het kapitalisme draaiende hield door een slimme gedachte dat de overheid extra moet uitgeven als de privésector te weinig uitgeeft. Dus de reddende engel van het kapitalisme. Die schreef in 1930 een essay, niet veel gelezen meer, misschien omdat het niet zo goed uitkomt, waarin hij voorspelde dat een eeuw later, in 2030 zo'n beetje, dus zeg maar, het zou bijna nu zo moeten zijn, de welvaart zo zou zijn gestegen dat de mensen nog maar 15 uur per week zouden moeten werken om een goed leven te hebben. De rest van de tijd, hij kon het zich niet anders voorstellen, zouden de mensen gebruiken om dingen te doen die leuk zijn, die je tot een rijker mens maken, die niet tot bezit leiden, maar wel tot bevrediging. Keynes vond het kapitalisme een smerig, pervers systeem, maar hij dacht dat we even door die zure appel moesten bijten om dan vervolgens zo welvarend te worden dat de mensheid voortaan echt gelukkig kon worden. Een tijdje lang moesten we proberen egoïstisch te zijn en allemaal rijker te worden, maar er was een rijke prijs aan het einde. We zouden namelijk eindelijk toekomen aan het goede leven. Keynes dacht dat in die nieuwe wereld economen zo belangrijk zouden zijn als tandartsen. Nuttig om klein ongeriefd te verhelpen, maar niet op de voorgrond, laat staan als hogepriesters. Zo had het kunnen gaan, maar het ging anders. Aan het begin citeerde ik al, we leven in een wereld waarin hebzucht centraal staat en waarin het ons moeilijk wordt gemaakt om te genieten van wat we hebben. We zitten gevangen. Waarom? En wat daaraan te doen? Daarover gaan we het vanavond en de komende avond van deze serie over hebben. In de hoop dat we er wijzere mensen van worden en misschien zelfs gelukkiger. Dank u. Dan ga ik vragen of Bea Post bij mij wil komen zitten. Ik introduceer haar. Bea Post is degene die al heel lang bij de Nationale Postcode Loterij mensen begeleidt die het geluk hebben een hele grote geldprijs te winnen. Dus graag even een applaus voor Bea. Ik ben heel blij dat ze kwam. Dank u wel. Hoeveel mensen spelen mee met de Nationale Postcode Loterij? Ongeveer 2,5 miljoen huishoudens. Zitten daar ook mensen van in de zaal die meespelen met de postcode loterij? Oh, dat zijn er best veel. Vind je? Nou, ja. Ik niet. Ja. Ik hoop dat degenen die hun hand opstaken straks misschien even kort kunnen toelichten waarom.
Ik las een interview, ik mag je tutoyeer hebben afgesproken met jou. En daar las ik de zin, mensen winnen een grote geldprijs. En godzijdank is daar de reddende engel Bea Post van de Nationale Postcode Loterij om ze vervolgens te helpen. En ik verdwaalde eigenlijk in zo'n eenvoudige zin, want ik dacht, je speelt de postcode loterij toch omdat het winnen van dat geldbedrag, dat is die engel waar je al die tijd op wacht. Dus waarom heeft de winnaar vervolgens Bea Post nodig? Nee hoor, die hebben ze helemaal niet nodig. De een wel en de ander niet. Maar ik wil je toch eerst, je speelt met de postcode loterij mee voor het goede doel. Daar zijn we ook voor ontstaan. Hè? Dat vind ik wel echt heel erg belangrijk. En juist, en dat zie je ook toen wij bedachten dat er geld moest komen voor goede doelen. Dan is die loterij gestart omdat mensen ook graag zelf wat willen winnen. Dat is nou eenmaal typisch menselijk. En daarom halen we ook zoveel geld op. En als we het alleen zouden doen met geld ophalen, dan zou er nooit zoveel geld binnenkomen voor al die goede doelen. Dus jij denkt dat voor veel van die 2,5 miljoen huishoudens het goede doel een drijfveer is om mee te spelen? Nee, niet meer. Maar zo is het wel begonnen. Zo is het begonnen. Ja, eerlijk is eerlijk. Zo zijn we begonnen. Maar nu is het toch ook wel vaak zo dat mensen natuurlijk ook willen winnen. Dan gaan we. Je hebt mij verteld hoe het is ontstaan. Jij ging mee met de cameraploeg van de Nationale Postcode Loterij om mensen aan de deur te verrassen met het winnen van een groot geldbedrag. Ja. En je ging daar weg en je dacht, we zijn een goede doelenorganisatie en we laten deze mensen eigenlijk betoverd achter. En is het niet netjes om een soort nazorg te organiseren? Ja. Dus je hebt min of meer je eigen baan ontwikkeld. Kun je me vertellen wat er met mensen, gewoon mensen gebeurt als jij ze met een cameraploeg komt vertellen dat ze vanaf nu miljonair zijn? Of in elk geval heel veel geld op hun bankrekening bijgeschreven zien? Op dat moment is er gewoon meer een ongeloof. En kijk, vroeger was dat iets anders, want toen kwamen we ook nog met echt geld. Dus toen besefte je heel goed wat er met je gebeurde. Er was geld en als je dat hier op tafel legt, dan schrik je en dan, de foto laat ook geld zien. Als je dezezelfde foto zou laten zien met een cheque, dan doet hij niets meer, want geld komt uit de muur. Mensen hebben eigenlijk niet meer zoveel idee wat het is om zoveel geld te winnen. Dus in het begin is het meer, als wij daar staan met een camera, ongeloof, is het meer, oh geweldig, er komt een BN'er binnen. En ik kom op televisie en dit is allemaal leuk en ik schijn ook nog een hoop geld te hebben gewonnen. En dan blijf je eigenlijk dus achter. Ja. Dan begint wel een beetje mijn werk. Want opeens komt er een bedrag op je rekening waarvan je beseft dat je daar zelf misschien wel 10, 20, 30, 40 jaar voor zou moeten werken. Voordat je dat ooit bij elkaar vergaart. En dan komen er ook opeens allemaal nieuwe vrienden of mensen die jou wel willen adviseren hoe je met dat geld om moet gaan. Ja, want als je dat geld niet hebt, zoals ik, zou je denken, je speelt mee omdat in dat ene moment alle euforie die een mens zich kan voorstellen samenkomt. En dan is iedere Bea Post voortaan overbodig, want al dat geld geeft mij vrijheid en alle zekerheid die ik voor de rest van mijn leven zou kunnen dromen. En toch zeg jij, en ik zou nu graag van je horen ook, wat zijn nou hele praktische dingen die mensen die opeens miljonair worden niet doorzien als het ze nog niet overkomen is, waar jij ze vervolgens bij helpt? Dat is dus echt heel erg verschillend. Kijk, wij kunnen op een moment komen dat je net in echtscheiding ligt. We kunnen natuurlijk wij weten niet op wat voor moment we bij je binnenkomen. We weten niet hoe oud je bent waar we binnenkomen. Dus voor iedereen ligt dat heel erg verschillend. Mensen zijn of net werkeloos of juist hebben ze een hele goede baan en willen ze doorgaan. Dus ik kan jou niet echt een antwoord geven nu van dat of dat is wat er met iemand gebeurt. Daarom is het ook zo belangrijk dat we voor al die winnaars echt een beetje een plan neerleggen van wat wil je. We hebben altijd drie standaard vragen. Wil je rijk leven? Wil je rijk sterven? Of wil je het allebei? Nou, ze willen het allemaal allebei. Dus, maar wij gaan niet bepalen wat je met je geld gaat doen. We zien heel veel mensen die nu ook werken, maar eigenlijk elke dag naar hun werk gaan van vreselijk weer. Die weer de schoolbanken ingaan, die wat gaan leren en die opeens iets voor zichzelf gaan beginnen. Waardoor op dat moment de drijfveer niet meer is dat je per se hele hoge winsten moet maken. Maar dat je eindelijk werk doet wat je zelf echt leuk vindt. Dus er zit ook echt heel veel hele leuke aspecten aan. Met geld maak je geld en geef je ook andere mensen weer geld. We hebben
eind of begin dit jaar op 1 januari een prachtige prijs in Vrouwenpolder gehad. Waarin we een paar miljonairs hadden, maar ook al die andere mensen met 80.000 euro per lot naar huis gingen. Als je nu gaat kijken in Vrouwenpolder, hebben ze opeens allemaal zonnepanelen op het dak. Ik vind dat dus echt... Nou, dat geeft mij een gevoel van geluk. Dat begrijp ik. Maar je zei maar ook, dat is wat mensen dus doen. Je zei ook aan het begin van dit gesprek... opeens melden zich allemaal nieuwe vrienden. Ja. En wordt voor die mensen ook de vraag relevant... willen mensen mij of willen mensen opeens iets anders... wat vanaf nu van mij is? Ja. Dat lijkt mij bijvoorbeeld als je tot dan een heel overzichtelijk leven had... waarin vriendschap vriendschap was en je werkgever en het overzicht bestond... lijkt mij vreemd genoeg ook heel onveilig. Want opeens ga je dus de meest simpele contacten in twijfel trekken. Ik weet niet of ik daar gelukkiger van zou worden. Nou, je doet niet... De gewone contacten waren al goed. Wie voor het winnen van een prijs jouw vriend was, is dat daarna ook nog. Maar je hebt natuurlijk, doordat je... Er komen natuurlijk wel eens weer vrienden van 10 jaar geleden... die opeens gehoord hebben dat jij dat hebt gewonnen... en die vonden dat zo leuk voor je. En dan moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtiger zijn. Ik heb situaties waar mensen eigenlijk al gescheiden zijn... en dan komt die ex-man toch wel terug... want die vond je eigenlijk toch wel heel erg aardig. En ja... En als die scheiding natuurlijk van één kant kwam, en dan kun je daar natuurlijk heel gevoelig voor raken. Ja, jij noemde ook toen ik je eerder sprak in het kader van dit programma, dat er dan mensen zijn die hun zorgtoeslag en de huursubsidie, maar die de bureaucratische molen in moeten om alles stop te zetten waar ze tot dat moment recht op hadden. En dat dat door sommige mensen ook als heel onzeker wordt ervaren. Dat is het juist. Het wordt onzeker. Kijk, ze leven nu en ze hebben een uitkering. En wij leven in zo'n zorging staat dat je van alles krijgt. Zorgtoeslag, budgebonden, Nou, ik weet het allemaal zelf niet eens, maar het is zoveel. Dus dan komen wij opeens vertellen dat je een hoop geld hebt gewonnen. En dan raakt er even een soort paniek van, oh jee, nou ben ik mijn zorgtoeslag kwijt. En mijn kindgebonden budget of mijn huurtoeslag. En dat geeft op dat moment dus een probleem. Dus op dat moment ben je niet even gelukkig met dat geld. Want... Nee. Eerst is het even van, oh, kun je het niet even op een andere rekening storten, want anders komt dat in de knel. En dan moet je uitleggen, nee, dat doen we natuurlijk niet, want je moet heel blij zijn dat je nu voor jezelf kunt zorgen. Ja. Dat is op dat moment heel even een probleem, maar daarna wordt het wel fijn. Er zit op de voorste rij zit Marcel. Ik heb Marcel ook al een aantal keer gesproken. Ga maar staan hoor, Marcel. Marcel is van... of is van zichzelf, dat allereerst, maar ik heb hem via de stichting Kantlijn ontmoet. De Stichting Kantlijn is een schrijverscollectief dat dak- en thuislozen op literaire avonden uitnodigt om samen te schrijven. Nu is Marcel niet dak- en thuisloos. We kunnen wel zeggen, ik vroeg hem, wat zal ik over je vertellen als je het podium opkomt? En toen zei hij dat ik het leven graag als een rollercoaster leef en een vleugje rock'n'roll ben. Dus dat heb ik bij deze ingeboet. En ik mocht ook zeggen... Marcel is een jaar dak- en thuisloos geweest. In zijn late tienerjaren was dat. Dat ligt ver achter je. En nu woonde je al 27 jaar op een kamer van 5x4. En je staat op het punt de schuldhulpverlening in te gaan. En ik vroeg je of je meteen geïnterviewd wilde worden. Maar Marcel voelde zich het prettigst bij eerst zijn eigen inbreng. Zoals hij die bij de Stichting Kantlijnen schrijft. Dus Marcel, nu even aan jou het woord. En dan wil ik je vragen om bij mij en Bea te komen zitten. Oké, is prima. Goedenavond. De twee grote G's. Mogelijk is er nog een derde. Ertussenin dan, mogelijk. Het gemiddelde of een completere gezondheid. De twee uitersten kunnen verenigd worden, maar daar is werk aan de winkel nodig. Geld maakt niet gelukkig. Zonder geld word ik in ieder geval ook niet gelukkig. Bijna alles kost geld. Maar geluk kun je niet kopen. Met een beetje geluk kun je wel geld scoren in een casino of door een loterij. Maar waar geluk is pas echt een loterij. Dat gaat niet altijd gepaard met geld. Ik ben gelukkig als ik voldoende geld heb om bijvoorbeeld boeken, cd's, platen en concertbezoek te kunnen betalen. Dat kan in de papieren lopen, dus vooruit wat meer mag ook wel. Maar geld moet niet je leven gaan beheersen. Dan kan er namelijk een hele vervelende G om de hoek komen, kijken, gierigheid. Geld is een middel en niet het doel. Het doel is geluk. Dat geldt voor iedereen, hoop ik dan toch.
Hoe luisterde jij naar het gesprek met Bea Post? Kun je je voorstellen dat het winnen van heel veel geld nazorg behoeft? Of zou je, is het in jouw fantasie alleen maar een gat in de lucht springen en klaar als Kees? Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Dat je daarna nazorg nodig hebt? Ja. Ja? Droom je van dat moment? Nou, ik heb van mezelf geleerd dat überhaupt iedere verandering, dat geeft best wel een hoop spanningen. En ja, ik had wel eens gedacht, heb ik jou gisteren ook verteld, van ja, als je nou een leuk bedrag wint, en dan moet je wel eerst meedoen, een loterij bijvoorbeeld, dan kan ik zeggen, ja, kom maar lekker binnen met die filmploeg en morgen ga ik een huis kopen. Weet je, dat zou natuurlijk heel lekker zijn, maar ja, je krijgt wel kapers op de kust inderdaad. Dat de mensen opeens je vriend weer willen zijn bijvoorbeeld. Of, we hebben elkaar een paar keer gesproken, hè, voorafgaand aan deze avond. En je vertelde, ik sta op het punt om de schuldhulpverlening in te gaan. Dat betekent dat je op wat voor budget word je dan gezet? Hoeveel heb jij straks te spenderen? Nou, ik weet het niet precies. Maar ik ben eigenlijk ook alweer op zoek naar werk. Dan doe ik vrijwilligerswerk. En af en toe snap ik eens wat bij of zo, weet je wel. Hoe snabbel je dan bij? Want je vertelde dat je creatief moet zijn, hè? In jouw geval. Ja, met schrijfopdrachten en dergelijke. Kun jij vertellen wat voor jou... Jij zei, ik ben heel blij dat ik mijn eigen plek heb. Hè? Ja, en voor heel veel mensen is een plek van 20 vierkante meter iets waar je mee begint als je afstudeert. Ja. Je bent tussen je 18e en 19e dakloos geweest. Toen heb je veel bij vrienden gelogeerd. Kun je voor jezelf, kun je uitleggen hoe het komt dat financiële zorgen je achtervolgen? Is dat meer kopen dan waarvoor je geld had? Ik heb bijvoorbeeld wel een aantal dingen waarvan mensen zeggen, ja, hoe kom je aan die Sony Xperia of aan die Nike Air of zo? Maar ja, bij Dixons kon ik een mooie Sony Xperia krijgen voor 145 euro. Die had ik toch een nieuwe telefoon. Dat had zo'n tijdje voor me vastgehouden. En laatst stuitte ik op de Rozengracht tegen een sale aan van het Nike Air. Dus dan koop je voor veel goedkoper, zeg maar. En vroeger, toen ik uitging, ik was niet zo van de disco, maar ik vond Lacoste shirtjes wel mooi. Maar ik had er geen 80 gulden voor over, of voor LS'en. Maar ja, dan koop ik ze soms tweedehands voor een euro tot een tientje of zo. Heb je meegespeeld ooit met de postcode loterij? Nee. Ik wil hiervoor aanzitten Peter Verhaar. Die kennen jullie misschien als oprichter van destijds de Alexbank, de beleggingsbank. Naast hem zit Rens van Tilburg, econoom, columnist van de Volkskrant. Zij komen straks aan het woord. Maar hebben jullie ooit meegespeeld met de postcode loterij? Geen enkele loterij. Waarom niet? Ik vind het... We hebben het nu steeds over de winnaars. Je moet vooral denken aan alle mensen die elke maand, terwijl ze niet veel geld hebben, toch elke keer maar weer dat geld naar die loterij brengen. Heel veel mensen verliezen heel veel geld om een paar mensen rijk te maken. Ik vind het echt, ik ben zwaar tegen loterijen, maar ik ben helemaal zwaar tegen de postcode loterij. Dat zal Rens ook zeggen, omdat het geeft een perverse prikkel in je gemeenschap. Wat jij ook tegen mij zei, je durft eigenlijk niet het lot niet te kopen, omdat je bang bent dat toch die prijs daarop valt. Ja, daar hadden wij het bij Dat is Bea. Ja. Herken je dit? Ik vind het zo jammer, want je hebt me gevraagd om hier over geld en geluk te praten en ik ga de loterij niet verdedigen, maar ik wil u toch wel heel erg duidelijk maken dat toen wij in 1989 zijn opgericht, zijn we juist opgericht voor goede doelen. En wij staan wel nummer 2 op de wereldranglijst wat het meeste geld brengt. Dus er worden zoveel mensen maandelijks gelukkig doordat andere mensen meespelen met de postcode loterij. Ik geef ook een groot deel van mijn inkomen weg. Daar heb ik u helemaal niet voor nodig. Ik denk dat waar Peter aan refereert, of meneer Verhaar, waar wij een gesprek over hadden, was dat is denk ik waar de postcode loterij natuurlijk ook op anticipeert. Iedereen, ik weet niet of iedereen, ik in elk geval ontvang regelmatig post van jullie. Ik speel zelf niet mee. En ik zei, ik denk dat ik nu echt achter elkaar 9 of 10 keer jullie zag. En toen dacht ik van, misschien negeer ik het lot. Weet je, wat probeert iemand me te zeggen? Je moet je nu inschrijven, want je staat op het punt, die loterijen, die gaat in jouw straat vallen. En dan zul je zien dat ik er niet bij was. En dat zegt natuurlijk alles over mij. Want we hebben ook een gesprek ook over jaloezie.
blijkbaar vind ik het dan toch relevant dat als de buren heel veel winnen, dat ik er ook bij was. En zie ik het als bittere ellende dat ik dan de boot mis. Maar Rens, hoe zie jij dat? Speel jij mee met loterijen? Nee, ik ben ook niet zo'n gokker. Maar ik wil inderdaad wel dat punt van Peter ondersteunen. Je hebt in heel veel landen heb je loterijen. Mensen willen gokken. Dus dat wordt ook in veel landen wordt het gewoon gereguleerd. En wordt er dan ook inderdaad iets aan gekoppeld dat de opbrengsten daarvan naar goede doelen toe gaan. Hè. Zo kunnen mensen toch gokken, hè, die behoeften vervullen. En het levert nog wat geld op ook. Alleen in de heel veel landen is het gewoon een kwestie van, ja, je koopt loodjes bij de sigarenboer. En je weet eigenlijk niet wat je buren doen. Hè. Dus het staat helemaal los van de buren. En wat in Nederland gebeurt met de postcode loterij is natuurlijk dat precies dat soort van jaloers makende, hè, van je buurman. Hoe gaat het met de buurman? Dat is een hele sterke drijver voor mensen. Dat gaf de inleider die nu de microfoon voorhoudt ook al aan. Mensen vinden het nog veel erger om achter te blijven bij de buurman dan dat ze het blij worden van zelf een prijs winnen. En het is nou precies dat mechanisme waar die postcode loterij met zijn methode op inspeelt. Er zijn ook verhalen bekend van mensen die dus als enige in de straat zo ongeveer niet gewonnen hadden. Het kan niet. Als je niet meespeelt, dan kan je niet winnen en ook niet verliezen. Dus dat vind ik sowieso al. Wat ik zei is, die als enige in de straat niet gewonnen hadden. Niet meespeelden. Dus alle buren, die hebben in één keer een hele hoop geld en jij hebt dat niet. En dat doet natuurlijk wel enorm veel met jouw geluksbevinden. Want in één keer is iedereen vrij van geldzorgen. In één keer zie je allerlei zonnepanelen op daken verschijnen. Terwijl jij zelf toch maar moet blijven betalen voor je energievraagstuk. En ik denk dat is wel iets wat gewoon, denk ik, heel veel mensen aanzet om mee te doen met een loterij. Waar ze dat anders niet hadden gedaan. En daar heeft Peter natuurlijk ook een gelijk in. Uiteindelijk, je verliest altijd met zo'n loterij. Bea, jij zegt, ja, wij maken heel veel mensen graag gelukkig. Ja, maar ik wil graag vertellen waarom die loterij ontstaan is eigenlijk. Wacht. Okay. Jij zei net, wij maken heel veel mensen gelukkig toen je op Peter van Haar reageerde. Doelde je toen op al die mensen die via de omweg van het goede doel door jullie gesponsord worden? Of dat nu de cultuursector is? Of doelde je op de winnaars? Nee, op beide natuurlijk. Maar dan zeg je dus wel, bij ons winnen staat gelijk aan geluk. Nee. Dat geluk is voor iedereen. Ik zou van iemand wel eens de definitie van geluk willen weten. Ik weet het zelf ook niet. Wat is in godsnaam geluk? Ik kan op een dag drie keer gelukkig zijn en ook zo weer ongelukkig. Als ik een ongeluk krijg, dan zegt de dokter in het ziekenhuis, je hebt geluk gehad dat u niet ook die lantaarnpaal meenam. Ik vind dat heel erg moeilijk. Geluk zit in een mens. En dat is voor iedereen anders. Maar ik ervaar bij mensen die bij ons winnen. En niet dat ze allemaal zeggen van ik ben een stuk gelukkiger geworden. Maar ze ervaren wel vrijheid. Vrijheid en minder angst voor later. Als je ouder wordt, hoe zit het straks met als ik pensioen heb. Men is in ieder geval gelukkiger gevoel, omdat ze weten als ze ouder worden dat ze niet per se naar een bejaardenhuis moeten, maar ze kunnen zelfs iemand in huis halen om voor hun te zorgen. Dat geeft je dus een gevoel van vrijheid en dat is wat ik het meest hoor. Maar herken je dat wat Peter van Haren en Rens van Tilburg volgens mij zeggen, is dat de postcode loterij eigenlijk een perverse prikkel is, zou je het kunnen noemen? Dat is eigenlijk de omdat je zegt. Sorry? Dat is pas veel later ontstaan. Toen de postcode loterij werd opgericht, toen dat is begonnen door vluchtelingenwerk die eigenlijk aan ons bedrijf Nova Media vroeg van, willen jullie voor ons geld gaan ophalen? Zij dachten, als we er een loterij aan zetten, halen we meer geld op voor vluchtelingenwerk als dat we langs de deuren gaan. Dus in 1989 is dat gestart. Dat was toen, wat zullen we doen? Een kentekenloterij? Nee, niet iedereen had een auto. Een telefoonnummerloterij? Nee, niet iedereen had telefoon. Klinkt nu heel gek. Maar 26 jaar geleden kwam ongeveer de postcode in Nederland. Dus we hebben toen de medewerking gehad van toen nog PTT, die eigenlijk wilde dat iedere Nederlander wist dat hij een postcode had. Ja. En daardoor hebben we er een lot aan verbonden. En dat nu later zo ook, dat is geworden. En dat is natuurlijk zo, dat als je in de straat woont en je speelt niet mee, dan. Ja, Marcel, maar daar is je niet voor opgezet. Snap jij waar zij boos over zijn? Of denk jij, zou ik die prijs maar een keer winnen? Ja, maar dat zei ik al, dan moet ik wel eerst meedoen. Ja, dat helpt wel. Ja, precies. Wat hoop je? Ik kan het me wel voorstellen, maar
Zelf heb ik er niet zo over nagedacht eigenlijk. Ik wil niet eens over de postcode reizen. Het gaat mij meer om het loterijprincipe. En ik heb het niet zozeer over de mensen die winnen. Maar over al die mensen die elke maand geld inleggen. Terwijl ze het vaak al niet breed hebben. Maar toch overgehaald worden om steeds een klein stukje van dat niet grote inkomen te besteden. Aan iets waarvan je de kans dat je wint bijna nihil is. En ik vind dat we dat gevoel. Dat moet de loterij, dat brengen loterijen teweeg. Nou, daar kunnen we in deel 2 van deze avond in relatie tot perverse producten van bankiers en verzekeraars denk ik nog wel een boom over opzetten, Peter. Marcel, wat hoop je voor de nabije toekomst? Nee, dat mag niet. Ik weet niet, ik heb een leuke dame ontmoet. Die is 10 jaar ouder dan mij, Engelse dame. En ik weet niet, dat ik een beetje een aantal dingen die ik even moet opruimen financieel, dat ik dat doe. En op dit moment is het niet wijselijk om in de postcode loterij te gaan bijvoorbeeld. Nee, doe maar niet. Nee, als je al weinig hebt. En dan ga je 3 jaar de schuldhulpverlening in? Ja, nou, tenzij ik gewoon weer sluitend werk vind, waardoor het niet nodig is. Nou, ik hoop voor je dat je dat vindt. Heel veel succes daarbij en dank dat je hier wilde zijn. En Bea, jij bedankt dat je kwam. Ook al ging het niet alleen over geluk. Ik wens het je wel toe. Dank je. Oh, ik ben al heel gelukkig. Dank je. Wij gaan borrelen. Dat kan achter in de zaal. En die hoort straks de gong als we hier verder gaan. Dank je. Thank you.
Ik krijg terug van de borrel dat er nu al mensen zijn die zich afvragen, waar gaat dit heen? Dat snap ik. En tegelijkertijd, ik ga even aan verwachtingsmanagement doen. De vraag die voor ligt is volgens mij om heel veel redenen vrij complex. Hè? En ik denk gek genoeg dat die filmpjes heel goed laten zien in welke spagaat ook ik mij begeef. Dus ik koop ook van alles wat ik niet nodig heb. En voor vanavond ook nieuwe laarsjes en een nieuw jasje. Terwijl dat had ik ook allemaal. Maar het voelde toch goed om dan hier met nieuwe kleren te zitten vandaag. Kan ik ook helemaal niet uitleggen, want ik weet dat dat vrij ordinair is. En toch doe ik dat ook gewoon. Het interessante is, daar gaan we bijvoorbeeld in een andere aflevering bij stilstaan. Ik weet ook dat het feit dat ik heel veel consumeer en dat lang niet altijd bewust doe. Dus ik koop niet alleen maar fairtrade kleding. Ik lease ook nog geen spijkerbroeken, terwijl ik weet dat dat al kan. Ik realiseer me dat de prijs die we betalen voor deze mate van consumptie, waaraan we ons allemaal in mindere of meerdere mate bezondigen, ten koste gaat van dingen die veel groter zijn dan ik. Energiebronnen die uitgeput raken. Rens van Tilburg zal daar vast meer over kunnen vertellen. CO2-uitstoot die ook hier weer toeneemt in Nederland. Dat lijken mij geen irrelevante problemen. En toch doe ik ook vrij weinig mijn best om me daarvoor verantwoordelijk te maken. En dat allemaal in de wetenschap dat ik van dit jasje niet langdurig gelukkiger ben geworden. Dus er is gewoon iets raars met ons allemaal aan de hand. En ik vrees dus dat we niet in één aflevering gedefinieerd krijgen wat dat nou precies is. Ik hoop dat het hooguit een denkexercitie in 4 afleveringen wordt die ons een kleine stap verder gaat helpen. Dus ik start deel 2 van de avond met verwachtingsmanagement. En ik vraag Peter Verhaar, ik noemde hem al, oprichter van de Alex Bank. 30 jaar actief in het bankierswezen, schrijft columns voor BNR en laat graag van zich horen, alvast om plaats te nemen. Rens van Tilburg, econoom, columnist voor de Volkskrant, verbonden aan het Sustainable Finance Lab. Ook jou wil ik vragen om al plaats te nemen. En dan, last but zeker not least, zit daar Koen Simon. Hij is filosoof, won de Socratesprijs, schreef een essay voor het Filosofie Magazine onder de titel Schuldgevoel. En heel simpel samengevat vraagt hij zich daarin onder andere af waarom wij van alles willen hebben wat we de facto niet nodig hebben. En Koen, jou wil ik vragen om jouw column voor te lezen voordat we met elkaar in gesprek gaan. Om te beginnen, ik had dit jasje al. Ik heb dat niet speciaal gekocht voor vanavond. Maar als ik had geweten dat het hier zo warm was, dan had ik een ander jasje gekocht. Economie draait om lust. In ieder geval de Nederlandse economie, zo zag ik laatst in een item van het televisieprogramma Brandpunt. Veel van de innovaties in de nieuwe technologie blijken het product te zijn van een bloeiende Nederlandse seksindustrie. Het oudste beroep ter wereld is nooit opgehouden zich te moderniseren en levert eigenlijk alleen maar steeds meer interessante verdienmodellen. Waar veel geld te verdienen is, zijn grote investeringen de moeite waard. En zo kon het gebeuren dat de Nederlandse pornobaas wereldwijde pionier werd in de digitale media. De technologie waarmee u online een boek afrekent bijvoorbeeld, is ooit ontwikkeld voor de betaling van webcamseks. En waarom anders zou de economie draaien dan om lust? Waar lust is, is behoefte. En wie behoeftes kan bevredigen, heeft goud in handen. Dat is in een notendop wat we vandaag de dag verstaan onder economie. Geld verdienen door lusten te bevredigen. En een gezonde economie is dan een economie waar de lusten welig tieren, want daar zijn de winsten het grootst. Ook bij de oude Grieken draaide de economie om lust. Om de lust van de grondeigenaar, om precies te zijn. Alleen moesten die lusten juist niet welig tieren. Wilde de grondeigenaar zijn handeltje een beetje goed kunnen besturen, dan diende hij zijn huishouden goed op orde te hebben. En van dit huishouden, de oikos, stamt de term economie. Het eerste economische handboek is een Socratische dialoog van Xenophon uit de 4e eeuw voor Christus. Xenophon schrijft niet zozeer over de regels van het kasboekje, maar vooral over de geschreven en ongeschreven regels rondom de liefdesrelaties die de grootgrondbezitter onderhoudt met vrouwen, minnaressen, hoeren, knapen, slaven en met zijn echtgenoten.
Dit allemaal om de hoeksteen van het huishouden te garanderen, die oikos, het huwelijk van de grondeigenaar. De regels voor deze lusthuishouding waren er niet uit respect voor de echtgenoten, maar dienden dus in de eerste plaats om bestuurlijke ellende te voorkomen, waartoe de behoeftige uitspattingen van een grondeigenaar zouden kunnen leiden. Zo kon buitenechtelijke seks met de vrouw van een andere grondeigenaar de oikos van de ander zodanig uit evenwicht brengen dat het een negatieve invloed had op de hele gemeenschap van huishoudens, wat weer slecht is voor handel en veiligheid. De economie in de Griekse oudheid was dus niet gericht op behoeftecreatie, maar juist op lustmatiging. Een matiging die overigens niet hetzelfde was als je stoïcijns inhouden. Je mocht je genot wel hier en daar halen, zolang je zogezegd maar iedereen te vriend hield. De fijne kneepjes van dit amoureuze gezelschapsspel staan dus in dat eerste economische handboek. De winst van zo'n economie was niet de omzet minus de kosten, maar goed bestuur, goede handel, goede betrekkingen, goede gezondheid en een goede levensstijl. Winst was niet iets wat overbleef na de eindafrekening en dan pas besteed kon worden aan de echte lusten. De winst was de zingevende werking van het huishouden zelf. Terug naar onze economie, die van de maximalisatie van lusten. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat lust in de economie zo'n andere rol is gaan spelen? Het antwoord is door de perfectionering van het geldsysteem. In de tijd van Xenophon bestond geld al wel, maar rolde de stukjes elektrum nog niet zo gemakkelijk als onze munt. Economie was vooral afhankelijk van het onderhouden van relaties, zowel binnen als buiten het eigen huishouden. Geld heeft daar langzaamaan een einde aan gemaakt. Dat heeft veel goeds gebracht, maar ook een hoop ellende. Het mooie van geld mag niet worden onderschat. Er is immers geen middel denkbaar dat meer heeft bijgedragen aan individuele vrijheid, gelijkheid en emancipatie dan dit specifieke betaalmiddel. Juist omdat voor geld in principe alles te koop is, heeft het ons minder afhankelijk gemaakt van bestaande relaties. Fortuna bepaalt niet langer ons levensgeluk. Wie fortuin maakt, bepaalt dat zelf. Maar geld heeft daarmee ook iets wezenlijks veranderd aan de menselijke lust. Want verlangens die met geld bevredigd kunnen worden, zijn andere verlangens dan de verlangens die zonder tussenkomst van het geld worden vervuld. Stelt u zich de volgende situatie voor. Er bestaat niet zoiets als geld en u heeft zin in een lekker stukje kip. Het verlangen, ik heb het niet over chickies nu, het gaat echt over kip. Het verlangen naar een stuk kip dat niet gekocht kan worden omdat er geen geld bestaat, niet omdat je geen geld hebt, omdat er geen geld bestaat, is een verlangen dat gekenmerkt wordt door een reeks van offers die moeten worden ondergaan om het verlangen te vervullen. Je moet of goede relaties onderhouden met iemand die kippen heeft en een beetje kan koken, of je moet een hok bouwen, de beestjes vetmesten, ze de nek omdraaien, plukken, snijden en bereiden. Dat is wat anders dan je portemonnee trekken. Lusten en verlangens zijn in een monetair universum ontdaan van inhoud en ze zijn geworden als het geld zelf. Pure potentie. Willen is kunnen. En de vraag is nooit meer hoe, maar slechts hoeveel. Net als meer geld slechts tijdelijk het geluksgevoel verhoogt, zo kan de vervulling van deze lege lusten ook slechts tijdelijk onze verveling verdrijven. Willen we ooit gelukkig worden van geld, dan moeten we er een economie mee stimuleren die niet gericht is op winst, maar op het huishouden van onze verlangens. Dank u wel. Voordat ik doorga, ook even de verzekering dat jullie straks allemaal je vooral mogen gaan mengen in dit gesprek. Want dat vergat ik in de eerste helft. Koen, wie moet dat huishouden van verlangens, wie zijn de nieuwe architecten van dat huishouden? Wie zouden dat kunnen zijn? Nou, dat is in de eerste plaats een politieke kwestie. Ik denk dat dat veel meer dan het willen berekenen door economen van hoe een economie in elkaar moet zitten om het geld de goede kant op te laten stromen. Het veel belangrijker is om mensen minder consument te laten zijn. En dan bedoel ik niet dat mensen niks meer mogen kopen. Ik vind dat
vind het prima dat dat gebeurt. Ik vind het ook een leuk jasje trouwens. Maar, hij snapt het. ik ben niet tegen consumeren. Ik ben er wel tegen dat een burger zichzelf vooral als consument ziet en niet als burger. En, dat gezelschapsspel van, hè, dus dat huishouden van de verlangens, dat is iets wat volgens mij inderdaad heel direct met geluk te maken heeft. Als je ervan uitgaat dat een mens een wezen is dat met specifieke verlangens in de wereld komt, ja, dan heb je geld nodig om die verlangens te verwezenlijken. Ik denk dat een mens niet zo in elkaar zit. Een mens is een willend wezen en die heeft verlangens die alle kanten opschieten. Dat zie je ook in een winkel. Als je in een winkel bent, dan ben je een willend wezen en zie je een jasje en dan wil je dat jasje hebben. En denk je ook dat je behoefte hebt aan het jasje. Nou, wat ik van belang vind, is dat we de verlangens die de mens heeft eigenlijk in een bepaalde vorm weten te gieten. Dus ik zie economie in die zin veel meer als een zingevend systeem. He, dus ik noemde ook die oikos, wat een heel, heel ander soort economie is dan de onze economie. Dan dat economie zorgt voor meer geld en meer banen. Peter Verhaar, ja. Alex Beleggingsbank, zelf ook belegger, econoom. Ja. Ook. Ben je, historicus. Historicus, ook nog. Ja, de lijst is lang. Ja. Sommige mensen boffen maar. Eigen krachten, hè? Gewoon ja, precies. Dat weet ik. Daar hebben wij het zeker over gehad. Ja. Ben je als econoom beschäftigd met het vormgeven van het huishouden van onze verlangens? Ik zie je wat. Ik snap er niets van wat die meneer naast mij zegt. Ik snap er gewoon helemaal niets van. Dus ik kan er ook niet op reageren. Voor mij is een burger en een consument is hetzelfde. Is dat zo, ja? Ja, ik zie daar helemaal geen verschil tussen. Je ziet daar geen principieel bezwaar. Nee, maar verder. Het filosofische natuurlijk, ik sta gewoon met twee benen op de grond. Ik heb gewoon mijn hele leven lang hard gewerkt om wat ik bereikt heb. Ik kan je echt niet volgen waar je het over hebt. Voor mij is geld is gewoon een, en dat heb je gelukkig wel gezegd, is een waanzinnig goed instrument wat ons veel welvaart heeft geleverd. Ja, want het is ook niet, niet alleen welvaart, nog veel. Dus, ja, want welvaart klinkt al gelijk ja, als iets financieels. Ik vind het prachtig om te zeggen van we zouden allemaal kippen moeten gaan houden, maar kan je vertellen? Maar dat is ook niet wat ik. Nou ja, dat hoorde ik wel in dat toespraak terugkomen. Nee, ik maak alleen een onderscheid tussen het verlangen dat bestaat zonder geld, hè, als je dus in een wereld zonder geld zou leven. En ik zeg niet dat. Ja, maar, ik zeg helemaal niet dat de ideale wereld een wereld zonder geld is. Ja, maar wat moet ik met een wereld zonder geld? Het gaat erom dat geld een middel is. En dat... Ja, geld is een middel. Geld is een middel zodat we met z'n allen meer welvaart kunnen krijgen. Rens van Tilburg, ook econoom. Ook met jou had ik een voorgesprek. En jij zei dat de, laat ik het zeggen, de technocratische economie op dit moment de bovenliggende is als het gaat om invloed, in elk geval in de beeldvorming, en dat de filosofische economie weinig aan bod komt. Snap je Peter? Ja, volgens mij snap ik beide heren wel een beetje. Zijn mensen voor jou consumenten? Is dat, zijn mensen consumenten? Is dat één aan hetzelfde? Mensen zijn consumenten en burger. Kijk, iedereen speelt heel veel rollen tegelijkertijd. En er wordt wat dat betreft ook van alle kanten eigenlijk aan je getrokken. En ik denk wat wel een probleem op dit moment is, is dat er heel erg aan je rol als consument wordt getrokken. Er zijn heel veel partijen die er heel veel geld aan uitgeven, heel slim over nadenken hoe ze je juist daarop kunnen aanspreken. Terwijl die andere rol als burger, waarbij je dus niet, dat is even het verschil tussen burger en consument. Dus consument is in je rol van iets gaan kopen. Burger is in je rol van burger dingen doen. Iets doen voor je medemens. Tijd aan je vrouw, aan je familie, aan je vrienden besteden. Wat dus volgens mij het probleem is dat je ontzettend wordt gepusht om die rol als consument op te nemen. Terwijl mensen, en dat voelen heel veel mensen ook best wel, veel liever ook aan andere dingen die tijd willen besteden. Ja, want vind jij 48 uur koopkrachtplaatjes tijdens de algemene politieke beschouwingen, spreekt dat voor jou tot de verbeelding? Denk je dan 48 uur lang
wat goed toch dat al die mensen in Den Haag ervoor zorgen dat ik morgen weer jasjes kan gaan kopen. Nee, maar dat is een van de redenen waarom ik die algemene beschouwing inderdaad ook niet zo interessant vind. Tegelijkertijd, en ik denk we moeten oppassen dat we ook niet al te pessimistisch worden. Denk ik, wat je ziet in Nederland, Nederland eigenlijk bij uitstek, is dat heel veel mensen het ook donders goed beseffen dat het niet alleen maar om dat geld gaat. Dus als je kijkt van Nederland vergelijkt met Amerika bijvoorbeeld, zijn we in Nederland per gewerkt uur eigenlijk nog net wat productiever dan in Amerika. Dus als wij gewoon net zoveel zouden gaan werken als die Amerikanen, zouden we nog rijker zijn. Maar dat doen we niet. Dus we werken aanzienlijk minder uren hier in Nederland. Dus dat is toch een besluit wat Nederlanders nemen om te zeggen van nou, we kunnen wel nog harder gaan werken, nog meer geld verdienen. Maar eigenlijk geven wij onze tijd liever aan andere dingen. Dus je ziet dat die keuze wel gemaakt wordt. Maar desalniettemin, ook in Nederland, denk ik dat er nog steeds te hard aan de consument in ons getrokken wordt. Om de consument te kunnen zijn, moet je natuurlijk ook het geld eerst verdienen. En daardoor gaan mensen ook weer meer werken dan ze op hun sterfbed misschien zullen zeggen dat nodig was. Jij zegt nu, daar moeten we eerst meer voor verdienen. Terwijl het consumentisme zo wordt opgedreven dat we daarvoor ook allerlei mooie kredietverstrekkers kenden, toch zeker. Die ons probeerden te verleiden om met geld dat we niet hadden toch vooral ook de boer op te gaan. Peter, ik zag jou in de inleiding van Gerard, Driehuis. Zag ik je af en toe als een grumpy old man een beetje zo fronsen. En dat was op het moment dat hij begon bij 1950 heel zichtbaar. En toen hij stelde de welvaart is verdubbeld, ons geluk niet navenant. Ja, ik ben daar totaal niet mee eens. Wij hebben daar over gesproken. En jij en ik kom uit de jaren 50. Ik ben daar geboren. Daar wou ik dus even met jou beginnen, want dat vind ik wel relevant in dit licht. Jij vertelde me over waar je vandaan komt en waar je vandaag staat. Ja. En je zei, ik kom uit een gezin waar geen douche was. We gingen naar het badhuis op de Marnixstraat. Ik vind het wat Rens noemt, het is een luxe probleem dat we allemaal zo graag met elkaar bezig willen zijn. Nee, we zullen eerst met elkaar moeten werken om geld te verdienen. En als we dat gedaan hebben, natuurlijk gaan we dan ook nog tijd besteden aan al die andere leuke dingen. Maar even, ik wil er direct op terugkomen, maar het belangrijke, werk is niet erg. Werk is leuk. En nu, natuurlijk zijn en ik werk voor geld, zonder enige twijfel. Maar ik doe ook zaken zonder geld, waar ik geen geld voor krijg. Ik zit hier ook vanavond zonder beloning. Klopt. Maar, oh, jij krijgt niet betaald, Peter. ze kennen een plaats, hè? Ze kennen een plaats. Maar, mensen uit de jaren 50 worden niet betaald. Maar wat Kees. Is Kees toch, hè? Gerard zegt dat wat naar boven komt, is dat werk iets slechts zou zijn. Nee, werk is iets. Werk geeft juist zin aan je leven. Hard werken geeft juist zin aan je leven. En natuurlijk hoort daar een bepaalde beloning bij. En we zullen straks misschien nog heen komen te praten over excessieve beloningen versus niet-excessieve beloningen. Ik kom uit de bankierswereld. Ik zie de excessen die daar zijn. Bij de bankiersector bijvoorbeeld wel eens gedacht, misschien is dat werk wel zo vervelend, rot en saai dat je exorbitant moet gaan belonen om daar nog geluk uit te halen, want anders begrijp ik het niet. Nee, nou ja, dat zal voor sommige bankiers gelden. Ik kan je vertellen, ik heb nu 35 jaar dat vak uitgeoefend. Ik doe het met trots. Ik vind het een mooi beroep. Ik ga niet zeggen dat het mooiste beroep ter wereld, dat word ik altijd gek van. Dat zegt iedereen. Het is een mooi beroep. Ik vervul daadwerkelijk een maatschappelijke functie. Maar het gaat me niet alleen om bankier zijn. Ik zeg, het werken geeft gewoon zin aan je leven. Alleen, een deel van die zin komt door de beloning die je krijgt voor werken. En het salaris wat je verdient, geeft aan de waardering die andere mensen hebben voor jouw werk. En daardoor vind ik geld verdienen niet slecht. En dus een deel van de voldoening van werk komt van de beloning die je krijgt. En dat andere deel voldoening, waar komt dat vandaan? Nou, wat ik je zeg, je werkt, als je zegt, werk je uitsluitend voor geld? Nee. Nee. De stelling is ook lastig. Maakt geld gelukkig? Als ik in eerste instantie moet, zou ik zeggen, ja, geld maakt geluk. Want als je het niet hebt, zoals ik met mijn ouders, toen ik in 1952 geboren werd, en de eerste jaren hebben mijn ouders op een zolder gewoond, zonder douche. Ik heb het jou verteld. Pas op mijn zevende, ik ging al naar het badhuis, pas op mijn zevende kregen wij een douche hier in Amsterdam. Dan leer je de waarde van geld zien. Omdat geld... Dat was niet leuk. Omdat geld je geld geeft
geeft op dat moment, het is eigenlijk de Maslow-pyramide die je opbouwt, geld doet een paar hele elementaire dingen. Je kan voor het eerst gewoon elke dag onder de douche gaan. Maar en later kun je nog zeggen, geld geef je, en dat zegt die mevrouw van de postcode uitstekend, geld geef je onafhankelijkheid, geef je vrijheid. En dat is, ook een geluksgevoel. Het gevoel dat je niet afhankelijk bent. Want deze meneer, en ik denk, praten allemaal over de mooie, over de middeleeuwen, daar ben ik historicus van huis uit. Ik kan je één ding zeggen, in die tijd zat 99% van de mensen had geen cent te makken en had leefde in armoede. En 1% had alle rijkdom in handen. Wat moeten wij blij zijn met in dit land, dat bijna het merendeel van de mensen een goed inkomen heeft. Rens? Ja, ja, kijk, volgens mij illustreert Peter heel mooi dat, dat er een tijd is geweest waarin een hoger inkomen gewoon heel hard nodig was. En dan, kun je teruggaan tot voor de industriële revolutie. Toen was inderdaad het leven voor bijna iedereen heel zwaar en hard. Hè. Zelfs het leven wat koningen toen hadden, dat zouden we nu, ik weet niet eens of ze die een douche hadden, zeg maar. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ja, in 60 jaar geleden was dat in Nederland voor een deel van de mensen nog steeds zo. En ik denk heel duidelijk dat daar stijging van het inkomen, meer welvaart, ook gewoon zich direct in meer welzijn uitbetaalde. Alleen op dit moment, en het uiteraard, er zijn nog steeds in Nederland mensen die meer geld heel goed kunnen gebruiken. Maar grosso modo zitten we nu wel op een niveau dat we inderdaad de luxe, en ben ik het van harte mee eens met Peter, die zegt ja, het is een luxe probleem. In zekere zin is het ook een luxe probleem, maar dat is nou net het mooie van de situatie waar we in Nederland wel nu zijn, is dat we ons met dit soort van luxe problemen bezig kunnen gaan houden. En dan is het wel tegelijkertijd weer doodzonde als mensen, ondanks de luxe die ze hebben, toch worden gepusht om dingen te gaan kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben, waar ze op de termijn ook niet gelukkig van worden, maar om die te kunnen kopen weer meer uren moeten gaan werken in een baan die ze niet allemaal zo leuk vinden als Peter het net schetst. Ik ben het van harte eens. Dat blijkt ook overigens uit dat geluksonderzoek, dat een van de belangrijkste dingen voor een gelukkig leven is ook gewoon het hebben van een baan. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk voor zelfrespect, voor contacten opdoen. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is hier aan tafel ook al eerder gezegd, als mensen sterven, dan zijn er maar heel weinig mensen die zeggen van, had ik nou maar gewoon toch eventjes wat harder gewerkt in dit leven. En dat is denk ik wel een hele cruciale. Want het is wel heel jammer om daar achter te komen op het moment dat je sterft. Want dan is het eigenlijk al te laat. Ja. Twee dingen. Eén ding over dat sterven. Laten we dat niet als maatstaf laten gelden. Want ik denk vast ook van alles als ik sterf. En ik weet niet of ik dat nu ook zou willen doen. Ja. Wij hadden het erover. Het kan ook zijn dat je bij leven denkt, ik ga niet hard werken zodat ik heel veel met de kinderen ben. Maar als gevolg heb ik geen geld om ze met leuke kleren naar school te sturen. Ja. En dat je op je sterfbed denkt, dat je geen erfenis, ik heb heel weinig gewerkt. Maar het was leuk geweest als ik mijn kinderen wat meer had kunnen geven. Dat kan ook de realiteit dan. Precies. Maar ga door, goed, dat is een zijweggetje. Het gaat niet alleen om het kopen van... Fijn dat je me corrigeert. Nee, maar ik sloeg het zelf in. Het gaat niet alleen om, als ik het heb over burgerschap en consumeren, het gaat niet alleen over dingen kopen. Het gaat ook om dat we de wereld als een consument benaderen. En dat is ook bijvoorbeeld verenigingsleven. Want we hebben het nu over werk als een heel erg belangrijk zingevende activiteit. Waar ik helemaal achter sta. En ik denk dat dus dat andere deel van die voldoening is. En niet alleen maar het loon wat je krijgt. Maar ook bijvoorbeeld verenigingsleven. Als ik nu, ik ben lid bij een hockeyclub en ik betaal mijn lidmaatschap, en dan heb ik eigenlijk al het gevoel dat ik genoeg heb gedaan voor de club. Dat is natuurlijk nooit zo, want je moet behalve op wedstrijden komen opdagen, moet je ook allerlei andere dingen doen voor de club. Dat gebeurt steeds minder, omdat mensen toch de indruk hebben, als ik heb betaald, dan heb ik mijn deel gedaan. Dan koop ik af misschien. Is dat ook het voordeel? Dan koop je af. In jouw essay, schuldgevoel, schrijf jij over het Amerikaanse experiment met ouders die hun kinderen te laat van de crash ophalen. Ja, nou, dat was en die dat mogen afkopen met een boete. En als gevolg gaan meer ouders hun kinderen laten van de crash halen. Ja, het was een Israëlisch onderzoek. Het is geschreven door inderdaad een Amerikaan, George Sandel. Hoe heet hij? Sandel heet hij in elk geval. Die heeft inderdaad een heel mooi experiment beschreven, waarin dus ouders die te laat kwamen op de crash, daar wilde de crash wat aan doen. En dacht, nou, dan gaan we een boete geven. En dat werkte juist het te laat komen nog meer in de hand. Omdat mensen dachten, oh wacht, ik heb ervoor betaald, dus ik mag later ophalen. Mm-hmm. Het werd gezien als een premie in plaats van als een boete. Precies.
Ja, dus dat, ik wil die kant van het geld benadrukken. Ja, zonder het mooie van geld. Nee, maar ik wil er ook graag op reageren. Want ik vind het nou juist een van de verworvenheden. Mm-hmm. Dat ik kan zeggen tegen de voetbalclub van mijn zoon. Ik heb betaald. Ik heb voldaan aan mijn verantwoordelijkheden. Ik hoef niet meer voor de club te doen. Ja. Dat vind ik nou juist een van de verworvenheden van onze huidige maatschappij. En die biedt inderdaad, geld biedt die mogelijkheid. Ja. Dat laat helemaal onverlet dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid nog steeds kan nemen. Jawel. En kan zeggen, ik ga nog iets extra doen. Als iedereen dat doet, is er geen verenigingsleven. Het lijkt mij dat je het hier bijna niet mee oneens kunt zijn. Maar als je dan kijkt naar, nou ja, dit heet dan een van de diepste crises sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Als je kijkt naar het begin, dan zou je kunnen zeggen, we hebben ons de crisis ingeconsumeerd. Vanuit consumentenperspectief, sorry, daar is die dan. Geleend. Precies. Ja. Maar we hebben ons wel op de pof kapot geconsumeerd. En aan de top zag je dat ze niet bang waren om ons daar vooral met allerlei malafide producten toe te verleiden. Dus precies. De veronderstelling dat we enkel consumeren op grond van wat we hebben, vind ik niet recht doen aan de realiteit zoals die ontstaan is. En daar zou ik het ook even over hebben. Nee, maar je. Want hebzucht. Nou, ik hoorde net al een heel klein applaus. Ik dacht, dat gaat meer komen. Nee, maar hebzucht wordt wel bijna aangewakkerd in dit systeem. Even, daar wil ik naartoe. Ik denk dat hier. Normaal gesproken zijn wij redelijk tegenover elkaar, kan ik je zeggen. Maar ik denk dat we het met elkaar eens zullen zijn dat ik vind dat onze maatschappij te veel op schuld is gebaseerd. En met name schuld vanuit op consumentenschuld gebaseerd is. Ik zal heel ouderwets klinken, maar ik heb altijd als eigen stelling gehad van mijn eigen leven. En ik probeer het ook aan mijn kinderen te vertellen. Sparen is een deugd. Ik weet, er is pas geleden een boekje verschenen van een bekende van ons, Robin Fransman, die juist gezegd heeft, sparen is geen deugd. Ik ben het fundamenteel met hem oneens. Ik vind, sparen is een deugd. We moeten weer leren eerst geld opzij te leggen en dan pas te consumeren. En dat, ja, maar onze en premier zegt, in de storm van de crisis, koop die auto, ik ben het koop ook niet, dat huis. Ik ben het ook niet eens met de premier. Okay. Ik ben het in die zin ook niet eens met de banken. Die inderdaad, zeg maar vanaf de jaren 90, na de periode Lubbers, een heel andere koers zijn gevaren. Waarbij er veel meer de maatschappij op schuld gebaseerd is dan op sparen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik hoop ook dat we de crisis die we nu doormaken, dat ook weer de andere kant op gaat. Nou, de eerste signalen zijn er. Wil je nu een eigen huis kopen, zul je eerst met eigen geld op tafel moeten komen. Maar Peter, zou het niet helpen? Want kijk, in Nederland is inderdaad vanaf halverwege jaren 90 is de hypotheekverstrekking is echt door het dak gegaan. Door het dak, dat zag op zich iedereen. Hè? Dus de Nederlandse Bank heeft ook een heel mooi rapport uitgebracht waarin ze zeiden van dit kan helemaal niet, dit kan niet goed gaan. We moeten iets gaan doen aan de hypotheekrenteaftrek. Maar dat was natuurlijk geen politicus die op dat moment dat wilde gaan doen. Want dat was feest. De hypotheek, iedereen verdiende aan zijn huis. Dat geld werd weer uitgegeven in de economie. Werkloosheid naar beneden. Het was één groot feest. Niemand, geen politicus, al had hij het gewild, had het gekund. Want was jij degene geweest die hypotheekrente had afgeschaft, dan was je niet herkozen. Dus wat het probleem is als je een democratie wil hebben en je hebt mensen die allemaal zo materialistisch gedreven zijn, dan is het dus wel heel erg ingewikkeld om te voorkomen dat zo'n financiële sector elke keer weer een bubbel gaat blazen om toch maar eventjes het feest gaande te houden. En daarom, dat zou mijn vraag aan jou zijn. Is van, want jij lijkt niet af te willen stappen van het materialisme wat mensen drijft. Hè, nee, de mensen als consument. Ja, ik denk, als we niet toch daarin gaan schakelen, even net toch wat minder op de spullen en wat meer andere waarden gaan waarderen en daarvan genieten. Waarden waar je geen geld voor nodig hebt, waar je niet voor in de schulden hoeft te steken. Ja, zolang we die mindshift met z'n allen niet maken, is een volgende financiële crisis natuurlijk een disaster waiting to happen. Ja, maar je praat dus eigenlijk over leiderschap, over moreel leiderschap. Wat ik juist zeg is, je kunt niet van een leider verwachten in een democratisch land, dat hij tegen de wil van die hele bevolking in bepaalde maatregelen neemt. Maar die bevolking. Nee, wacht, heren, ik wil wel even een stap terug, hè, want er wordt hier gesproken over materialisme en hebzucht als een natuurverschijnsel. Hè. Wij, het electoraat, de burger, de consument, wij zijn zo materialistisch.
onrealistisch dat politici zich gedwongen zien om ons naar de mond te praten. De vraag is, zijn we niet ook aangekweekt om juist dat te worden met elkaar? En dan kom ik toch ook bij Koen. Want jij bent de enige aan deze tafel die een harde breuk tussen consument en mens zou willen zien plaatsvinden. En volgens mij zou daar het begin van verandering kunnen zitten. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat is inderdaad wat ik beoog. Ja. En daarom vind ik het ook raar op het moment dat er inderdaad een klein moreel appel van deze tafel komt. Dan wordt er gelijk gezegd, ja, dat is aan de morele leider. Nee, dat is onderdeel van een economie. Dus, nee, maar jullie, ik mag mijn zin niet afmaken. Sorry. Nee, Rens noemt heel duidelijk, een politicus zal nooit durven voor te stellen om een hypotheekrente af te schaffen, omdat dat daarmee de huizenmarkt niet zou kunnen groeien. Ik verwacht van politici dat ze dat nou juist wel doen. Nee, maar dat verwacht hij niet. Als wij zo materialistische instelling houden die jij voorstaat. Dat is het punt. Ik zeg het punt. Met de soort van mentaliteit, Peter, die jij propageert, maak je het welke politicus dan ook in Nederland onmogelijk om verstandig beleid te voeren als het gaat om het voorkomen van financiële bellen. Omdat zodra er een financiële bel geblazen wordt, dan is het gewoon eventjes feest in het land. En dan is er de politicus die op dat moment de biertap dichtgooit. En alle politici in de jaren 70, toen ik mijn eerste huis moest kopen en met eigen geld op tafel moest komen, dat waren dus blijkbaar andere politici dan we nu hebben. Maar gewoon mensen. Nee, wat je ziet sindsdien. Die durfden wel gewoon tegen de burgers te zeggen, u moet eerst sparen. En dan en dat pikte die burger ook toen. Waarom pikten ze dat? Omdat dat politici waren met leiderschap. Nee, dat heeft niks met politici te maken. Dat was omdat ze tegenover andere burgers stonden. Je zou ook in redenerend langs de lijn van Verhaar kunnen zeggen, je kweekt een ander type burgerschap als je eerst moreel leiderschap getoond. Mag ik een analogie nemen met leiderschap in het bedrijfsleven? In veel van mijn lezingen zeg ik altijd, kijk naar de CEO, kijk naar de topman. De topman bepaalt hoe het in het bedrijf gaat. Als die corrupt is, als die geen moreel leiderschap laat zien, dan sijpelt dat helemaal door in de maatschappij. Ik heb bij de bank gezien in de jaren 70 twee voorzitters in de raad en bestuur die ik moreel leiderschap toediende en die wisten wat de rol van de bank was in de maatschappij. Ik heb ook 20 jaar later de topmannen gezien. En ik geloof wel in voorbeeldfuncties van topmannen in het bedrijfsleven. En waarom zou dat niet in de politiek zijn? Nou, omdat als je kijkt naar de politiek, ik denk deze karakterschets van de bankiers, CEO's, hoe die veranderd zijn, die herken ik heel sterk. Maar als ik kijk naar de politici in Nederland, zonder dat ik nou echt een groot fan ben geweest van mensen als Wim Kok of Jan-Peter Balkenende. Maar dat zijn geen mensen die je corrupt zou kunnen noemen. Nee. Het zijn eerder mensen die inderdaad te meegaand zijn geweest in hun beleid. Maar die dat ook in zekere zin voor hun gevoel wel moesten doen. Want als je even kijkt waar we vandaan komen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we de wederopbouw gehad. De economie floreerde als vanzelf, want er viel al een hoop op te bouwen. Maar vervolgens kwamen de jaren 70. Ging het allemaal een stuk minder. Oliecrisis. Wat je toen zag, was dat de overheden op dat moment zich in de schulden gingen steken. Dus dat waren de overheden die eigenlijk met een soort van Keynesiaans beleid probeerden om toch de mensen in het land welvaart te bieden. Dus met name ook uitkeringen te geven. Maar ja, dat liep begin jaren 80 spaak. Toen kwam er een revolutie van Thatcher en Reagan. Dat betekende eigenlijk vooral, de overheid gaat dat niet meer doen. De overheid die heeft zijn limieten bereikt. Maar ja, de bevolking die wilde wel die groei, die wilde blijven groeien. Ja, en waar is dat toen vandaan gekomen? Dat is eigenlijk vanaf dat moment in die financiële sector elke keer maar weer die bubbels blazen. Ja, maar Peter, jij zei ook. Is dat ze dat niet hebben tegengehouden. Ja, maar maar nu wordt het interessant, Peter. Maar jij zei, dit welvaartsniveau dat wij bereikt hebben en die groei die we maar wensen te genereren, opdat wij allemaal maar kunnen blijven kopen, die kan helemaal niet gewaarborgd zijn zonder zeebellen. En jij zei, systeem heeft bellen nodig. Oh ja, dus jij ziet het als onderdeel van het systeem. Ik zie de zeebellen, maar het gaat ook, heb ik je gezegd, om de omvang van die zeebellen. Ik blijf even mijn rode draad vasthouden. Ja, ik merk jullie laten prachtig filmpjes zien van mensen op straat. Ik heb het filmpje niet gemaakt, maar ik zou het zo voor jullie maken. Als je aan mensen ook in de zaal vraagt,
Zie je het logisch dat je eerst moet sparen voordat je iets koopt? Zeggen de meeste mensen, ja, dat vind ik volkomen logische gedachte. En waarom zou dan een politicus een andere gedachte willen hebben daarbij? Terwijl echt, als je mensen vraagt, maar, het is toch logisch dat je eerst... Maar dan zeggen ze wel ja, maar doen ze het ook. Ja, maar dan, kom ik, dan mag ik toch zeggen dat het gebrek is aan leiderschap? Maar waarom ligt het aan de leider? Omdat mensen een leider nodig hebben. Dat is gewoon dat is de wijze waarop het gaat. Wij kunnen, dat zie je in het bedrijf ook. Het is de topman die bepaalt hoe het gaat. En het is in het politiek ook. Het gaat om onze 150 Kamerleden, onze regering... die voor ons een route uitzetten... Maar ik denk jullie zijn bang voor de mensen die hier zitten. Ik wil even, wacht even hoor, heren. Zijn er mensen in het publiek die iemand iets willen vragen... of die iets in te brengen hebben daarachter? Ik weet niet. Ah ja, Jury kan er naartoe lopen. Ja, dat was er niet. Ja, ik vraag me af, u heeft het steeds over leiderschap binnen een bedrijf. Maar ik denk wel dat er een groot verschil is in die zin dat de leider daar niet democratisch verkozen wordt. Dus dan krijg je misschien iemand met andere kwaliteiten door die manier waarop hij aan de top komt. En hij wordt wel verkozen, maar door de aandeelhouders. Hè? Ja. Dus, en die hebben weer andere belangen. Het is anders dan in de politiek. Het is duidelijk dat in de politiek kiezen wij als burgers, kiezen wij onze eigen regering, ja. Ja, en daarom denk ik dus dat je misschien in de politiek als politicus meer het gevoel hebt dat je moet doen wat het volk wil. Terwijl als leider wordt misschien verkozen door de aandeelhouders, maar je wordt waarschijnlijk voorgedragen door de raad van bestuur omdat je al een goede positie hebt. Dus het is wat meer een soort wereldje waar je jezelf op een andere manier bewijst. En je zorgt voor winst, dat is ook belangrijk. Ja, maar dat is dus makkelijker misschien om een soort strak leiderschap te hebben waar mensen je moeten volgen. Dat is ook zo, maar ik denk het punt waar we hier over hadden is dat blijkbaar vind dat consumenten te veel consumeren. Daar kan ik heel ver in meegaan, daarvoor vind ik ook spaarzin echt een deugd. En daar zouden we naartoe kunnen en ik hoor hier roepen van ja, maar dat krijg je dan nooit doorheen in de politiek. Nou, dat zeg ik niet, maar ik denk dat inderdaad de interessante vraag eigenlijk nu is van, hè, want volgens mij zijn we het erover eens dat een te sterke consumptiegeneigdheid problematisch is. Ja. En de vraag is, hoe komen we daar nou vanaf? Ja. En dan is het niet zo dat ik zeg van de mens is nou eenmaal zo en dat is onveranderlijk. Okay. Wat ik juist probeerde aan te geven is dat er zo ontzettend veel geld en intelligentie wordt besteed en op ons afgevuurd om ons tot dat consumentengedrag aan te zetten. En ik denk dat er dus ook mensen op een andere manier aangesproken moeten worden. Dat dus ook op een andere manier met dingen als reclame omgegaan moet worden. Dat ook in het onderwijs meer aandacht aan andere waarden wordt gegeven. Zeker in het economisch onderwijs wat wij hebben mogen beleven. Ja, want om een voorbeeld te noemen... Waarom is groei goed, hè? En waarom is consumentisme goed? Is dat een vraag die in jouw opleiding economie voorbij komt? Dat was dus het grote probleem, vond ik, toen ik economie studeerde. Was dat mij werd uitgelegd hoe je de economie kon doen groeien. En hoe je dat kon berekenen en dat soort van dingen. Maar de vraag waar ik eigenlijk mee zat was van... ja, maar waarom wil je die economie eigenlijk laten groeien? Want wat is de relatie tussen die groeiende economie... en wat die mensen nou eigenlijk willen? En dat is op zich is dat ook in mijn beleving de essentiële economische vraag. Is van hoe ga je nou met de schaarse middelen die er zijn... tijd om te beginnen die mensen hebben... uiteindelijk de menselijke doelen bereiken. En daar hoort eigenlijk vraag nummer 1 is... wat zijn dan die menselijke doelen... En het antwoord daarop is niet economische groei. He, economische groei is ook eerder gezegd, is een middel, is geen doel. Maar in de hele economieopleiding die we dus allemaal krijgen, wordt daar vrij makkelijk overheen gestapt. Terwijl ik denk dat is juist een hele essentiële. En als je ook teruggaat naar eigenlijk de grondlegger van de moderne economie, Adam Smith. Die wordt vooral aangehaald door mensen als de bedenker van de onzichtbare hand. Die zei van als iedereen nou maar gewoon lekker zijn hebzucht nastreeft, zorgt dat hij zelf zoveel mogelijk binnenhaalt. Dan zal er ergens een onzichtbare hand bezig zijn die zorgt dat uiteindelijk voor iedereen het beste is. Dat is op zich een hartstikke mooi concept, want het maakt het heel simpel op welke motivatie wil je mensen aanspreken. En dat is ook waar het bedrijfsleven voor een belangrijk deel op ingericht is met bonussen mensen op daarop aanspreken.
Maar wat mensen vergeten is dat hij daarvoor een heel dik boek had geschreven. Wat juist ging over de soort van cultuur wat je nodig hebt om zo'n systeem te laten werken. En dat is een cultuur waarin mensen ook aan elkaar denken. Waarin mensen aan de lange termijn denken. Waarin mensen ook eens een keer een stapje opzij doen. En dat hele boek, dat wordt nooit onderwezen. Hè? Is dit de oikos die hier voorbij komt? Adam Smith als de filosoof. Nee, het verhaal van Rens herken je hier in je eigen verhaal zojuist over het huishouden waarin we verlangens proberen. Ja, nee, zeker. Ik denk namelijk dat als je verlangens op andere manieren vervuld worden dan alleen maar door geluk te kopen, hè, in de zin van het consumeren, dat je dus ook minder zou willen kopen. Ja. Dus dat begreep je wat Rens zei? En dat je dus ook niet gevoelig ook bent. Wat Koen zei. Ja, ik probeer het natuurlijk te begrijpen. Maar ik help je. Maar ik wil mensen er nog even op wijzen dat in al die filmpjes die mensen heel blij waren met wat ze gekocht hadden. Ik heb helemaal geen zure mensen gezien. Ik zag niemand huilen daar. Iedereen was blij dat hij gekocht had. Ja, die huilende mensen zijn eruit geknipt. Ja, dat is te makkelijk. Maar dit is nog veel makkelijker om naar dit filmpje te verwijzen. Nou, te zeggen dat daar het geluk mee samenhangt. Het is veel moeilijker om... Nou ja, waar moet ik dan naar verwijzen? Door het filmpje wordt... Nou ja, ga aan de zijlijn van een voetbalwedstrijd staan en vraag of mensen gelukkig zijn geworden van het potje voetbal. Dan zullen ze ook zeggen dat dat zo is. Overigens haalde ik uit de filmpjes vooral. Die mensen zeiden van, we vinden het wel even leuk om te kopen nu. Maar voor ons echte geluk... wat dat dan ook is, maar voor dat ultieme doel van de mens is dit eigenlijk irrelevant wat we hier aan het doen zijn. Ja, maar dat vind ik altijd te simpel. Natuurlijk wil iedereen wel wat gezond blijven. En op het moment dat je niet gezond bent, dan is dat een alleroverheersend gevoel wat je krijgt. Maar gegeven gezond zijn, hè, blijkt het kopen van zaken, dus consumentisme, helemaal geen onplezierig gevoel te zijn. Nee, maar hetzelfde is aan de hand met de loterij. Mag ik nog even bij aansluiten? Wat ik niet begrijp is hoe in dit verhaal van jou je een loterij zo pervers kan vinden. Hè? Alle loterijen. Het gaat even niet over de postcode loterij, maar gewoon dat mensen hun geld elke maand weer naar de tabakzaak op de hoek brengen om vervolgens voor een paar rijken dat geld bij elkaar te sparen. Dan kijk je niet naar wat voor een levensgeluk het alleen maar meedoen aan die loterij. Nee, maar dat zeiden we ook. Die kans kreeg ik ook niet. Want dat is ook het gevoel. Het is een heel kortstondig gevoel. En dat is hetzelfde als met die spulletjes kopen. Dat heb ik dus niet gehoord. Maar bij een loterij weet je het. Dat het heel kortstondig is. Want je heet 2 seconden later weet je dat je de prijs niet gewonnen hebt. Dus ik vind, bij die loterij vind ik het juist heel duidelijk hoe kortstondig het is. Wacht, en dan gaat het ook net ten koste van een heel laag inkomen. Naar deze meneer. Ja, ik reageer niet op de laatste discussie. Maar ik wil graag een paar dingen delen die jullie getriggerd hebben bij me. Eén is dat ik mooi zag, zeg maar, een soort schaal waarbij dus geld vrijheid kan creëren. Maar... zeg maar vanuit de positie dat je onvrij bent, dus dat je het nodig hebt om basisbehoeften. Maar daarna kom je op een punt dat het discutabel is wat nog de toegevoegde waarde is. Verder wilde ik even nog nuanceren de zin geluk van werk. Er werd nadrukt inkomen en het werk zelf, maar ik miste eigenlijk het resultaat van waar doe je het nou eigenlijk voor, wat produceer je, wat breng je voor. Daar zit ook heel veel waarde in, als het goed is. En de derde wat ik wil delen is van zeg maar mijn beeld van duurzaam geluk. En dat gaat volgens mij over het vinden van een soort balans. En daarin zie ik 5 zaken waarin het minder duurzaam kan worden. 1 is stress, te veel stress. 2 is overconsumptie, oftewel verslaving. 3 is egocentrisme, oftewel een hebzucht. 4 is ongelijkheid, maatschappelijke sociale ongelijkheid, wat spanningen geeft in de samenleving. En 5 is de ecologische aantasting. Ja, dat zijn natuurlijk die... Ja, goeie antwoord.
Ik denk dat zijn precies de vijf dingen die je dus in die filmpjes ook niet ziet. Hè? Dus je ziet die mensen die even de gelukkige kant van het iets kopen laten zien. Maar wat je niet ziet is hoe die spullen gemaakt zijn, wat daarvoor energie voor gebruikt is. Wat er, nou, precies, daar hebben we het ook niet over. En dus vind ik het ook niet per definitie, hoewel het niet per se aan mij is om iets te vinden, maar ik doe het toch maar even. Het lijkt me ook niet per se een discussie die je alleen vanuit luxe kunt voeren, omdat je wanneer je naar de essentie gaat, kom je bij uitbuiting in sommige gevallen. Je komt bij uitholling van energiebronnen, van ons milieu, ons letterlijke leefwereld. Dus achter ons kortstondige geluk, wat we achter de komma geen geluk noemen, wanneer we doorgevraagd worden, zit een verhaal dat over jouw kinderen gaat. Dus dan heb jij dat geld wel vergaard, maar over 50 jaar is een nieuwe generatie aanzet. En zou het fijn zijn, denk ik, als we misschien een bewustzijn aankweken dat wat we nu doen niet zonder consequenties is. Nee, maar ik vind ook echt, en dat is echt Rens zijn onderwerp, dus hij zal het veel beter kunnen zeggen. Maar ik vind dat in ons bruto nationaal product een hele hoop dingen die worden meegenomen. En ik vind dat een hele slechte kant van onze economische samenleving. Ik ben ook een grote voorstander van duurdere producten, maar dan ook kwalitatief betere producten. Maar ja, het is, ook hier zeg ik, het is makkelijk praten voor iemand die het geld heeft. Ja. He, want als ik zeg, ja, je moet geen kilo knallen kopen, want het is heel slecht voor het milieu. Ja, ik kan me dat wel veroorloven, maar heel veel mensen kunnen zich dat niet veroorloven. Dus ik ben wel terughoudend om dat zo te zeggen. Maar het zou een groot goed zijn als al die zaken zoals klimaat, maar ook de uitholling van onze aarde, dat meegenomen zo in de producten. Het zal zeker het consumentisme verlagen, maar dan wel vanuit de consument. Ja, en de meneer somde in zijn lijstje ook, sorry Gerard, één seconde. Hij somde ook op een groeiende ongelijkheid. Nu is het natuurlijk een wereldberoemde econoom. Ik zeg meteen dat ik dat boek niet gelezen heb, hoor. Piketty, die zegt dat dat aan de hand is. Hè? Dus dat we groeiende ongelijkheid waarnemen. Misschien belangrijker is, jij hebt zelf een aantal keer op moreel leiderschap gewezen. Nu zou je kunnen zeggen dat juist in de bankaire sector, ook bij een paar verzekeraars, ook bij een paar grote woningbouwcorporaties en zorginstanties, we hebben gezien dat er aantoonbaar gefaald is in bestuurlijk opzicht. En dat aantoonbare falen is beloond met gouden handdrukken, waar wij zelfs als BA Post aanklopt niet aan kunnen tippen. Dat gaat om bedragen een orde van grootte die ik niet ga meemaken in dit leven. Hebben we dat moreel pleidooi van jou niet juist nodig in de sector waar je zelf zo actief bent? Ja, absoluut. Absoluut. Ik schaam mij dood, zeg ik vaak, als bankier. Terwijl ik aan de ene kant heel trots ben op het, schaam ik me soms ook echt dood ervoor. Maar de reden is dat wij toegestaan hebben, en ook onze toezichthouder in Nederland toegestaan heeft, dat als je faalt, dat je daar niet voor gestraft wordt. En we moeten gewoon terug naar een financiële wereld waarbij als je een verkeerd product hebt verkocht, dat je het niet kan afschuiven op het bedrijf, of dat je het nog erger je kan afschuiven op de consument. Nee, dat het op jou wordt afgeschoven. Dus er is ooit een reclame geweest waarbij ze zeiden van, dan verkoop je maar gewoon je boot. Nou, die regel zou ik heel graag voor elk lid van de Raad van Bestuur willen zien. Want ik kan je vertellen, ik geef al mijn lezingen altijd een voorbeeld van een Duitse bank die al 424 jaar bestaat. 424 jaar bestaat. Dat is echt heel lang. Altijd dezelfde familie is baas van deze bank geweest. Is geen kleine bank, is een grote bank. Maar de directie is hoofdelijk aansprakelijk. Wat betekent, als het misgaat, dan gaan ze gewoon, dan wordt het huis verkocht. Dan worden de bankrekeningen leeggehaald, dan worden de auto's verkocht. Ik geef je één ding, dan verkoop je geen slechte producten meer. Maar in Nederland, niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld, daar kun je gewoon falen en toch nog je beloningen krijgen. Logisch dat mensen boos worden. Dus, ik zou ook boos worden. Dus hebben we daarmee niet in zekere zin hebzucht geïnstitutionaliseerd? Hebben we op zijn minst gefaciliteerd? Nou ja, voor die toplaag hebben we dat inderdaad gefaciliteerd, ja. Het sluit wel goed aan bij jouw laatste opmerking, want volgens mij is een van de grootste problemen is hebzucht. En ik denk dat geld verdienen helemaal niet slecht is, maar het wordt bijna een doel op zich en om nog meer spullen en nog meer spullen te hebben. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, want jullie zijn er al veel mee bezig, maar wat nou
voor jullie de oplossing is om die hebzucht of het consumentisme uit de maatschappij te krijgen. Ik hoor wel een paar dingen, maar wat is volgens jullie nou de oplossing? De ook, hè? Met de nadruk op de. Ik begin bij Rens. Kom maar door. Ik heb er inderdaad wel nodig over nagedacht. Maar de oplossing heb ik ook nog niet gevonden. Maar meteen. Maar kijk, wat ik wel wil benadrukken. Ik wil het niet een zwartgallig pessimistisch verhaal van maken. Want ik gaf eerder aan. Je ziet gewoon wel dat landen die rijker worden. Dat er ook gewoon heel veel andere waarden voor mensen ook meer ruimte krijgen. Ook overigens vrijwilligerswerk. Is ook iets waar Nederland een soort van wereldkampioen in is. Dus er gaat ook gewoon heel erg veel goed. Hoe wordt dat groter? Hoe wordt dat doorslaggevender? Ik denk dat het toch een samenspel is van onderop. Mensen die gewoon zelf inzien dat ze hun leven moeten gaan veranderen. En dat daar ook een andere politiek bij hoort. Maar dat er ook een andere bedrijfsleiding bij hoort. Hè, dus het is een gesprek wat eigenlijk overal gevoerd moet worden. Gewoon tussen de mensen op de bedrijfsvloer. Mensen moeten dat vooral ook bij de stembus laten horen. En in zekere zin denk ik, de beweging is de goede kant op. En de crisis zie ik ook echt wel dat hij daar een heleboel bij heeft geholpen. Dit thema staat gewoon veel hoger op de agenda. Maakt ook dat veel meer mensen zich ervan van bewust worden. Maar ja, het zou wel inderdaad voor mij allemaal een stuk sneller mogen gaan. En dat is eigenlijk wel waar ik hard naar op zoek ben. Ja. Peter? Nou, ik wil altijd graag concreet zijn. Ik noemde net al van, ik zou in ieder geval willen zien dat falen ook gestraft wordt. Gewoon en dan ook financieel gestraft wordt. Maar wat op wat hoger niveau. Ik geloof dat onze maatschappij minder op schuld gebaseerd dient te zijn. Schuld is overigens niet slecht. Maar schuld moet vooral gebruikt worden om productieve investeringen te doen. En niet om alleen maar om consumentisme te financieren. Dus maar dat eist nogal wat. Het eist ook veel van u, als ik het zo mag zeggen. Want als u dan een huis gaat kopen en u krijgt niet 100% financiering, maar 80%, dan moet u niet chagrijnig naar huis gaan. Dan moet u zeggen, ja, zo zit de wereld in elkaar. Zo werkt het. Het is nog iemand die iets wil vragen. Ja, ik vraag me af. Weten al die mensen die zo belangrijk vinden dat het altijd groeit, groeit, groeit en nog eens groeit, dat alles wat groeit, doodgaat? Koen, gaat alles wat groeit dood? Ja, precies. Dat zou ik ook zeggen. Alles gaat dood. Alles gaat dood, dus dat lijkt me bijna een dooddoener. Maar dat is dan weer wat ongelukkig. Nee, dat is natuurlijk zonder meer waar, maar dat lijkt me geen. Maar wat moet je ermee dan? Waar stop je dan mee? Ja, maar mee, mevrouw. Het groeien. Ja. Maar wilt u het dan niet beter voor uw kinderen? Even geduld, wacht. Jury, wacht, we gaan. Aanhaken, natuurlijk, alles groeit ook, maar we zijn natuurlijk geobsedeerd door groei. Hè? Ja. Als we geen 1/15%, maar 1/3% groeien, dan gooien we ons in de paniek. Als we niet groeien, roepen we hebben crisis. We hebben, jongens, als we dan met z'n allen erover eens zijn dat we als gemeenschap voldoende inkomen hebben en huis en weet ik wanneer allemaal. Laten we ons concentreren op een eerlijke verdeling van dat. Wat ik ernstig vind is werkloosheid. Dus we moeten inderdaad gewoon het werk eerlijker verdelen. In de inleiding werd even aangehaald die studie van Keynes. Het was een essay van hem. Over 100 jaar kunnen we met 15 uur werk per week toe. Nou, we zijn nu 4 of 5 keer zo welvarend. Nog veel welvarender dan Keynes voorspelde. En toch werken we ons allemaal het schompen. Ja, economische groei is de heilige graal, zou je kunnen zeggen. En ik lees dan hele verontrustende berichten in de krant als ons welvaartsniveau op dit moment is teruggegaan naar 2004. En dan denk ik, het moet niet erger worden, want toen had ik het heel zwaar. Mijn moeder zit hier. We hebben het er nog vaak over. Waarom is die groei zo belangrijk? Nou ja, groei, groei,
groei is wel belangrijk, omdat dat een manier is om het beter te, om het in de toekomst beter te krijgen. Maar de fixatie. Nee, maar ik ben het met u eens. De fixatie op een tiende van een procent. En roepen van we zijn nu terug naar een welvaartsniveau van 2004 of 2005. En ons dan niet realiseren hoe goed we het hadden in 2004 en 2005. Laat staan dat ik nog terugdenk aan toen ik begon te werken in 1979... of nog verder terug. Ja, dat ben ik met u eens. We zouden dus veel meer onszelf moeten koesteren in hoe goed we het hebben. En dat we een aantal jaren teruggaan, dat moeten we gewoon accepteren. Zou ik zeggen. Dus ik kan... Ik denk dat hele punt van het bruto nationaal product, hè, wat dat nou eigenlijk meet. Ik weet niet of iemand hier wel eens het CBS-handboek daarvoor heeft ingezien. Maar daar zul je van schrikken. Want dat is eigenlijk een heel ondoorgrondelijk systeem. Heel anders werkt dan wat je ervan zou verwachten. Dus heel veel innovaties die er zijn, waar we allemaal heel erg blij mee zijn, om maar even iets te noemen als de mobiele telefoon. Hoe dat uiteindelijk nou in de bruto binnenlands product wordt verwerkt, niet per se als groei. Hè? Kijk, vroeger betaalden we ook allemaal voor een telefoon. Tegenwoordig hebben we een mobiele telefoon die ongeveer net zo duur is als in der tijd die vaste telefoon. Hij kan veel meer. Maar uiteindelijk betaal je er net zoveel voor. Dus de economie is wat dat betreft niet gegroeid. Maar toch ja, is dat wel een vooruitgang die we daar bereikt hebben. En dat geldt voor heel veel verschillende ontwikkelingen in de economie. Die worden niet meegeteld in dat bruto binnenlands product. Tegelijkertijd, als we ongelukken maken, hè, dat is een beroemd voorbeeld van een olietanker die vergaat voor de kust van Alaska. Nou, dat heeft het bruto binnenlands product van Alaska dat jaar waanzinnig doen boosten. Want in één keer moest iedereen die olie opruimen en dat was een economische bonanza. Ja, dat is toch een soort wetmatigheid dat rampen en oorlogen heel goed zijn voor economische groei. Nou ja, je hebt daarna weer wat te groeien. Dat is, Achterin wil al heel lang iemand iets vragen. Wat ik eigenlijk mis in de discussie is oog voor een hele grote beweging van onderop. De deeleconomie en het feit dat toegang belangrijker wordt dan bezit. Ja. Dus ik ben best wel verbaasd dat het zo gaat over alleen maar consumeren en materialisme en groei. Volgens mij is er vanuit burgers een andere ontwikkeling. Ik deed aan verwachtingsmanagement. Dit is de eerste in een aflevering van 4. En we gaan een speciale aflevering stilstaan bij hoe kan het anders met alle voorbeelden die we nu zien ontstaan van bottom-up. De deeleconomie, de leasemaatschappij, het doorgeven cradle to cradle. Daar gaan we een hele aflevering aan wijden. En niet maar een kort deel van dit debat. Dus daarmee hoop ik je gerustgesteld te hebben. Rens kan er denk ik wel even iets over zeggen. Ja, wat ik wel heb, ik heb daar proberen, zonder dat te noemen, zeg maar wel aandacht aan te geven, dat er volgens mij in de samenleving heel veel besef is dat dingen gewoon anders kunnen, anders moeten. En ik denk dus zo'n deeleconomie is daar gewoon een heel belangrijke exponent van. En overigens ook eentje die in zo'n bruto binnenlands product niet of nauwelijks terugkomt. Hè? Dus als mensen niet meer allemaal zelf een boormachine gaan kopen, maar ze gaan die gezamenlijk met elkaar delen, dat heeft minder productie tot gevolg. Hè? Dus dan gaat de economische groei, die daalt, maar wordt het leven. Die hebben hun boor wanneer ze hem nodig hebben. Hebben ook nog weer wat meer contact met de buren. Dus dat is in zekere zin vooruitgang. Maar als je puur kijkt naar de economische groei, die neemt af. Ik kan daar vanuit de financiële wereld ook nog wel iets over zeggen. Ik ben zeer, zeer betrokken bij allerlei crowdfunding-achtige initiatieven. En dat is wel natuurlijk ietsje anders dan de deeleconomie waar u op doelt. Maar het komt wel uit datzelfde streven naar voren. Dat je zegt, ik heb geen zin meer in die banken die het eigenlijk niet goed doen. We willen meer dingen onderling met elkaar regelen. En ik kan je vertellen, ook al zijn de bedragen nog erg klein, het stijgt heel snel en het is echt een heel succesvol. En ik verwacht daar de komende jaren echt heel veel van. Hier nog iemand. Ja, ik dubbelde een beetje heen en weer in discussie, want ik had een vraag. Maar ik zal hem even naar geluk brengen, want we hebben geconstateerd dat geluk iets is wat natuurlijk, het is een moeilijk begrip, hè, wat is geluk? Het is ook heel erg cultureel bepaald. Het is ook bepaald bij de gratie van wat anderen, hebben we net vastgesteld. Dus zijn we inderdaad in staat om überhaupt iets over geluk te zeggen? En als je mensen vraagt, ben je gelukkig? Zijn we dat dan omdat we napraten wat ons in de mond is gepraat en bepalen we dat door de relatie met de ander?
Wat ik in ieder geval zelf een heel interessant gegeven vond, was er een keer bij het tegenlicht een man die vertelde dat hij vroeger is opgegroeid in Brooklyn. Ze hadden helemaal niks. Ze hadden een klein kamertje en ze gingen naar buiten in de steeg achter de huizen. Dan hadden ze een barbecue met de buurtgenoten. En daar was het gezellig, weet je wel. Daar gebeurden de dingen, daar speelden de kinderen. En later ging zijn vader meer verdienen. En ze verhuisden naar een wijk met een eigen huis, met een oprijlaan. En het hadden ze een eigen barbecue, maar het was helemaal niet gezellig. Voor geluk is het belangrijk om te kunnen toetsen. We toetsen dus een oppervlakkige door te zeggen van ik heb meer dan de ander. En dat maakt ons dan voor ons gevoel gelukkig. Maar de werkelijke toetssteen is misschien in het delen van liefde. En dat zit inderdaad in de hoek van verenigingsleven. Waar werkelijke verbinding is. En het gaat over echte dingen. Want we hebben ook vastgesteld dat op ons stervensbed dat soort dingen het belangrijkste zijn. En daar gaat misschien dan die deeleconomie over. Dus de vraag is van, hebben wij mechanismes nodig waarbij we op een andere manier ons kunnen relateren met elkaar om te toetsen wat geluk is en of we op de goede weg zitten. Mag ik daar? Ja, mag Koen, Peter dan Koen? Ja. Ja, want eerst even de vraag van wat is geluk? Hè? Kunnen we dat meten? Het gebeurt al heel erg lang, geluk meten. En dat is eigenlijk heel simpel gewoon de vraag, alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig bent u? Die vraag wordt gewoon over heel de wereld al tientallen jaren gesteld. Blijkt dat daar best hele consistente antwoorden uitkomen. Ja, want iemand zei ook eerder hier vanavond van ja, af en toe ben je op een dag ben je 3 keer gelukkig en 2 keer ongelukkig. Dus hoe gelukkig ben je nou? Het blijkt gewoon dat als mensen die vraag krijgen, dat ze toch eventjes stilstaan, nadenken en daar een getal op plakken. En dat is een getal is ook gecontroleerd van mensen in de omgeving die persoon goed kennen. Wat zouden die nou verwachten dat het geluk van die persoon is? Nou, dat komt redelijk overeen. En omdat die vraag zo vaak is gesteld, tegelijkertijd met allemaal andere vragen van hoe is het met je familie, hoe is het met je vrienden, hoeveel werk je, hoeveel geld heb je, en al dat soort dingen, weten we ook eigenlijk best heel veel over wat mensen gelukkig maakt. Dus dat voorbeeld van het sterfbed, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding, maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet nodig, want er ligt ook heel veel onderzoek gewoon van levende mensen die nog een hele midden in het leven staan, van wat hun gelukkig maakt. En daar blijkt nou net uit dat inderdaad het hebben van werk heel belangrijk is. Maar dat boven een bepaald aantal uren werken het niet meer toeneemt. Hè? Net als dat zeg maar, meer geld verdienen niet meer toeneemt. En precies het soort van dingen die u ook noemt. Goede relaties in de buurt, gezelligheid. Dat is belangrijk voor het geluk van mensen. Dus we weten er heel erg veel van. In feite ja, ligt het geluk voor het grijpen in de luxe situatie die we hebben in Nederland. We moeten alleen wel die kennis nog eventjes gaan gebruiken. Tot slot. Ja, ik denk dat de deeleconomie toch een klein beetje een valse belofte is. Vooral omdat die nog steeds gericht is op het consumeren. De boer uitlenen aan de buurman is prima, maar ik ga niet mijn jasje uitlenen. Dus er zijn nog een heleboel dingen die niet worden uitgeleend. Bovendien, deeleconomie, vaak worden er voorbeelden genoemd. Ja, nu kan ik ook een appartement in New York via Facebook en dan komen ze bij mij in huis. En dan vervolgens ben je dan nog steeds op dezelfde manier aan het consumeren, alleen via andere wegen. Het andere is crowdfunding. Daar vind ik op zich een hele goede ontwikkeling. Ik verwacht daar ook nog heel erg veel van. Ja. Tegelijkertijd, op dit moment wordt crowdfunding gebruikt omdat er te weinig betaald wordt voor een product. En omdat er dus een heleboel, bijvoorbeeld uitgevers in het geval van boeken, te weinig geld ermee kunnen verdienen en alle niet lopende producten afstoten en die moeten dan maar gecrowdfund worden door een fanbase. En dat, dat gaat tot nu toe, werkt dat helemaal niet. Ik zit in zeer dit zegt overigens project, de man die zijn geliefde meenam op vakantie naar Brussel met de zogenoemde Koencoins. Dat was in de periode dat de euro werd ingevoerd. Was Koen zo creatief om vrienden te vragen, hebben jullie nog Europees muntgeld liggen wat straks niks meer waard is? And if so, geef het aan mij, dan besteed ik dat aan mijn liefde. Dus het werd een liefdesinvestering, dat zeg ik er ter verdediging bij. Maar het was een crowdfundactie van Koen. Zonder meer. Langs de Koen-Koen. Avant la lettre. Ben je aan het... Okay. Oh, ja, wou je nog wat zeggen? Nou ja, jullie twee mochten weer op reageren. Oh, sorry Peter. En ik wil toch nog even koppelen aan mijn eigen vakgebied. Ja, de bank en het beleggen en geld en geluk. En ik geef het dan maar mee als een stichtelijke boodschap. Ik belegde vanmorgen, dacht ik, nou die beurs, nou die zou wel eens een beetje omhoog kunnen gaan. Dus ik kocht wat AIX opties
En verdomd, die dingen die gingen omhoog. En ik was, het was 9 uur, het was 10 uur. Toen, had ik 468 euro verdiend. En ik was erg blij. Ik was gelukkig. Ik had geld verdiend. Aan het einde van de dag had ik eigenlijk 3000 euro kunnen verdienen als ik ze niet verkocht had. En ben je dan nu ongelukkig? En dus boos op, ik ben aan het einde van de dag niet gelukkig. Ja. Dus de stichtelijke boodschap van Baha is dat we allemaal moeten gaan beleggen en niet te snel terugtrekken. Maar dat is toch apart? Dus, ja, maar Peter, dus... ik weet niet of dit is waar de avond voor bedoeld is. Maar als jij met een beleggingsadvies eindigt, vind ik het prima. Nee, maar het geeft wel aan, hè? Ik had gelukkig moeten zijn met dat geld. Nee, precies. Het is het effect van waar ik dus bang voor ben als mijn buren wel meespelen met de post. En dat ik het net niet pak. Nou, ik weet niet wat Koen doet, maar ik geef mijn geld voor vanavond alsnog aan Peter. Nou, dat vind ik sympathiek. Nou, niet doen eigenlijk. Nou, van geven word je ook heel gelukkig, Peter. Ja, dat is zo. Schijnt, ja. Peter. Ja, dat is waar. Ik weet het nu. Dat... Heel erg bedankt dat jullie allemaal waren, ondanks het vieze weer. Ik hoop heel erg dat we tenminste een aantal van jullie bij de volgende programma's over dit thema kunnen ontvangen. Ik ga even kijken, want ik weet niet of het kan. We hadden dit deel willen beginnen met Joep van het Hek, maar ik geef hem ook met alle liefde het slotwoord. Dat neemt hij wel vaker. Waarom vanavond niet? Kan het? Want dan is dat waar we mee afsluiten. Joep. Van der Velde, goedemorgen. U spreekt met Van Breukelen van de bank die met u meedenkt. Goedemorgen. Hoe gaat het? Grieperig? En financieel? Ook grieperig? Lenen? Betalen? Lenen. Betalen. Lenen, lenen. Betalen, betalen. Lenen, lenen, betalen, 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 lenen, lenen, betalen. Kom maar. Pak het dan, 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 pak het dan. Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou, linlin, tata, linlin, tata. Wat? Zie je die auto? Dat is jouw auto, maar zie jij die auto? Dat wordt jouw auto als jij komt, linlin, tata, linlin, tata, linlin, wat? Heb je nog geen stereo in je toilet? Kom maar, linlin, tata, wat? Heb je nog geen toilet in je stereo? Kom maar, linlin, tata, linlin, tata, linlin, tata, linlin, tata, kom maar. En heel Nederland pakte het. Heel Nederland pakte het met beide handen aan. Heel Nederland ging op de lat naar de wintersport via Lenelin, tata, Lenelin, tata, Lenelin, tata. En de advertenties werden ook steeds onbeschofter. Onze bank die adverteerde met die lelijke André van de Heuvel. Maar je had ook van die advertenties zo van: de bakker is er voor brood en vola voor geld. Lenelin, tata, Lenelin, tata. Kent u één bakker waar je het brood ook weer terug moet brengen? Lenelin, tata, Lenelin, tata. En ik werkte op dat ding tap tap palen en naast hem zat dat ding lin lin lin. Ik was dat ding lin lin lin. Dus ik dacht, ik ben van tap tap palen. Maar hou eens op dat lin lin lin, want ze tap taal toch niet. Zei die man, ja, maar is mijn werk dat lin lin lin. Ik zei, ja, maar ze tap taal toch niet. Zei, ja, maar is mijn werk. Ik zei, daar hou je mee op. Alles wat zinloos is, daar moet je mee stoppen. Zei die, ja, maar dan ben ik mijn werk kwijt. Ik zeg, nou en? Ja, maar dan kom ik in de WW. Ik zeg, nou en? Zei die, ja, maar dan verdien ik minder. Ik zeg, nou en? Ja, maar ik heb mijn huis nog niet afbetaald en mijn auto en mijn televisie. Ik moet juist door. Dat is het systeem van Lin-Lin, tata, Lin-Lin, tata, Lin-Lin, tata. Dankjewel, Bea, Marcel, Koen, Peter, Rens. Bedankt. En jullie...